Doet hij het? Hij doet het! Hooray! Alleen ik zie dat hij niet goed is. Ik zie een green box. Ik ben er hier niet tevreden over. Eens even kijken. Stel eens even een beetje draai. Zie je daar? Net hier? Zo, hier. Oh, mijn lamp. Staat mijn lamp die nou in? Nee. What the hell? Dit hier. Kan niet. Kan echt niet. Even fixen. Steeds, hè? Ik ga het wel even fixen, hoor. Mijn plopfilter. Wauw. Mijn plopfilter zit gewoon in beeld. Oh, wat een gekkigheid. Oké, staat hij nou wel goed? Oké, een beetje. Ik denk dat dit wel goed is. Dit kan wel. Zo goed toch? Toch? Hoi! Hoe is het geluid trouwens even, jongens? Even een beetje feedback, is het geluid goed te horen? Ik weet dat dat geluid natuurlijk harder is als... Logisch. 23 februari 2009, om 10 uur 9 zijn we gestopt. Na 1 dag, 5 hours en 27 minuten. We hebben helemaal geen 4 dagen gestreamd, man! Blijf stop. Nou, dan gaan wij gewoon erin duiken. Haha, pun intended. Goed dan. Nou, vond de vorige keer eigenlijk wel toch een beetje... Zo, dat is beter. Moet nog even laden natuurlijk, dus dat duurt weer heel even lang. Ik zal eventjes boos naar het laadschermpje weer kijken. Ik weet niet, sinds Stream Simulator is het gewoon een ding geworden om boos te worden naar het laadschermpje te kijken. Maar goed. Goedenavond allemaal! Het is mij, trainer Stevie! Ik denk ik ga maar weer eens een keertje live. Alsof dat het zo lang geleden is. Ik bedoel, volgens mij kan me herinneren dat het eergisteren was. Het was ook eergisteren. Oh. Schiet jij nou eens op, man! Duurt lang! Ik heb geen idee. Ik zit hier naar... Ik weet niet of het allemaal goed gaat met iedereen. Geluid stopt, dankjewel Flareon Games. Hi, Mutecom en Bars. Hey, what's up, Nadeka? Dat is wel een hele slechte punt daar, hè. I'm disappointed. Ik maakte al een punt door hier in te duiken. Duurt lang. Ah, we zijn er. Mooi. Ik heb het hoekje in. Dat was creepy.
Oh, Stevie, you entertain me. Oké, nee, dat wouden we niet doen. Goed, even kijken. We hebben een inventory vol met lithium. We hebben heel erg veel zilver op. We hebben lood kunnen vinden. Want we weten dus dat we een basis willen maken. Maar wat voor mij nu op dit moment het allerbelangrijkste is, is water. Wij hebben water nodig. Echt serieus, ik heb dorst. Ik heb echt enorme dorst. Dus hoe gaan wij komen aan water? Nou, we hebben al hebben we het zout. Dan hebben we alleen maar een beetje coral nodig. Gewoon het normale. Even wachten, ik. Oh, dit is vervelend. Even een ogenblikje. Ah, dat is beter. Het is donker! Ik zag namelijk de onderkant van mijn hotbar niet. En dat is best wel vervelend. Disappointed door een slechte pun? Daar heb je een punt. En ik heb een schaduw. Ik vind het nog steeds grappig hoe dat je zo'n gigantische kuif hebt. Oké, nou in ieder geval wil dus wat... Hoeveel inventory space heb ik? Kan er 3? We hebben nog mijn kistjes met zooi. Waar hebben we zooi? 1, 2, 3. Want ja, in deze gaan we dus lokkers gaan we dus gezellig naar kijkertjes vernoemen. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. Dat was hartstikke leuk. Gaan we dit keer zeker eens weer doen. Eens even kijken. Jij zit ook al vol. Ze hebben een beetje afgedreven, maar dat maakt niet uit. Oké, lithium hebben we voorlopig echt niet nodig. Ben jij een lege batterij? Nee, we hebben een volle batterij. Dat is wel helemaal gunstig. Oké, vooruit dan. Doen we. Hey, wolf! Alles kids! Alles fleurig! Help, help. Ja, precies. Je character model heeft dus totaal geen helm eigenlijk op, terwijl dat je wel een helm draagt. Ik snap nog steeds niet waarom, dus... Maar goed, we willen dus bleach maken. Want van bleach kunnen we water maken. Eens even kijken. Tools. Nee. Wasser. Hoi, Dubbelfris. Gezellig dat je erbij bent. Want we gaan dus beginnen met een eigen... Ja... Basis maar te gaan bouwen, want ja... Blijkbaar... Is de sunbeam is uit de lucht geknald en... Zijn we hier langzaam aan het zinken? Dus is het inderdaad tijd om een eigen basis te gaan bouwen. Eens even kijken. Hebben wij de habitat builder? Ja, die hebben we daar. Mooi. Hoeveel lood hebben we nu even in totaal? Want we hebben hier 3 lood. Hebben wij nog iets meer lood? Want lood is dus belangrijk om een foundation te maken. We hebben iets meer titanium nodig. Dus laten we ook wat titanium extra meenemen. Hier hebben we nog een lood, dus dan kunnen we ongeveer 2 van die plantjes maken. Dat is alleen maar gunstig. Het lekt. Het is gewoon een teken dat we echt ons eigen huis moeten maken. Duidelijk. Hebben we nog meer lood? Nee, daar hebben we de lithium net ingestopt. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Dan doen we gewoon hier eventjes wat extra titanium bij. Hoppakee. Nemen we extra titanium mee. We nemen die 2 sleutels mee. En we gaan dus naar onze beacon. Daar. Bubble Base! En daar gaan we dus gewoon onze eigen eerste basis maken. Dus. Welcome aboard, Captain. Dankjewel. We hebben jou nog geen naam gegeven. Ik hoop je wel snel een naam te kunnen geven. Er zijn ook nog een paar hotspots waar we zeker ook naartoe willen gaan. Maar laten we eerst eventjes zorgen dat we veilig kunnen overleven. In de environment die we hier natuurlijk hebben. Want het is hier natuurlijk gevaarlijk. Dus moeten we wel voorzichtig wezen. En we willen dus een bubble base gaan maken daar bij bubble base. Nou, laten we een keertje splashen. Oeh, wat is dit? Hallo? Blijf ik echt gebruiken. Ik vind het zo leuk als je een beetje dat doet. Splash! Niks is zo leuk als een splashje. Spannend hoor. Goed.
Al weet ik niet meer precies. Hi, wat ben jij vrolijk vandaag? Al weet ik niet meer precies wat nou nodig was om power op je basis te krijgen. Ik weet dat je een bioreactor wil maken, maar ja, dat is pas latere zorg eigenlijk. Dus ik wil het wel een beetje mooi maken, dus... Oh, wees die diep. Ik herinner me dat ik een keertje een basis had gemaakt bij het paddenstoelenhuis, wat je dus hier hebt. Ik vind het hier veel mooier. Hoi, jij gaat me niet lastig vallen, hè? Baas erop, hè? Hi. Jij gaat het ook niet moeilijk doen. We gaan hier gewoon gezellig als vriendjes bij elkaar wonen. Dus je laat me gewoon maar rust. Duidelijk? Mooi. Niet ruzie maken. Ik hoor wel heel erg veel gegrom aan die kant. Nou, laten we gewoon eens heel eventjes kijken of we hier heel erg mooi onze foundation kunnen plaatsen. Lekker naast onze grote bal daar. Even kijken. Een foundation. Een beetje wonky. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Gelukkig zijn de physics niet zo extreem in dit spel. Dus we kunnen zo een foundation plaatsen. Eens even kijken. We kunnen er nog eentje extra plaatsen. Dus we kunnen een mooi begin maken. Dus laten we nog één extra foundation plaatsen hier ernaast. Dat is het mooie. Je kunt ze gewoon elke keer naast elkaar plaatsen. Krijg ik niet helaas die mooie plateautje. Oh, krijgen we wel. Mooi. Ziet er hartstikke stevig uit. Ik vertrouw het al volkomen. Oké, dan willen we dus een multipurpose room willen we hier dus opbouwen. Eens even kijken. Als ik hem zo bouw. Gaat hij dan automatisch die pilaren naar boven zetten? Of zweeft hij dan een beetje? Hij zweeft dan een beetje. Oké, dat... It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home. But never. Als ik een basis moest maken, zou ik het in de losse delen van de zwevende bubbels of gigantische elfenbanken zetten. Op het deel van een huis of op een andere bank van een aquarium. En ik moet zeggen, ik vind dit op zich best wel een hele mooie locatie. Zo echt zo mooi aan de afgrond van de duisternis. Al moet ik wel een beetje mijn zuurstof in de gaten houden. Nou, hebben we wel het voordeel dat we dus niet ons zorgen hoeven te maken over de zuurstof. Want daarvoor hebben we namelijk onze Simon hier. Dus we kunnen hier even ademhalen zo. Nou ja, al zijn we hier ook gewoon de hele tijd rustig aan het ademhalen. In verband met, ja weet je... Ik denk dat het, als we hem zo plaatsen tot hij wel normaal legit is. Oké. Hoeveel titanium hebben we nog? Geen. We hebben meer titanium nodig. Oeps. Blijkbaar moet ik eventjes op en neer rijden. Of moet hier even titanium in de buurt liggen? Ligt hier toevallig titanium in de buurt? Zou handig zijn als hier natuurlijk ook titanium in de buurt zit. Hallo? Ik weet niet wat daar zo aan het grommen is, maar I don't like it. Je bent een sparklevisje. Ik wil de sparklepipi. Oh, jij bent ze aan het bijten. Dat is niet lief. Nee, je bent niet lief. Mag ik de sparklepipi? Hi, pipi. Ik wil pipi. Voedsel. Ik zie hier geen chunk of oors liggen. Dat is wel jammer. Al hoor ik wel heel erg veel gegrom aan die kant. I don't like it. Dat vind ik echt doodeng. Oké, nou, we hebben in ieder geval nog genoeg. Zilver. Ik had liever lood gehad, maar helaas. We hebben ons eerste deel eigenlijk dus een beetje kunnen maken. Daar ben ik wel blij om. Dat is echt diep, jongens. Oh, ik heb nog maar 30 seconden. Nou, weet je wat? We gaan heel eventjes naar huis toe en dan gaan we eventjes wat rotzooi eventjes dumpen. En nemen we eventjes wat meer titanium mee. En we gaan ook even gelijk kijken of we het een en ander eventjes zouden kunnen maken. Dus we zwemmen gewoon heel eventjes terug. Yay, water! Ja, eigenlijk zou ik een gigantische Vaporeon hier naar bij me moeten hebben. Het enige nadeel is, als ik Vaporeon bij me heb, jullie zien dan weinig. Want Vaporeon die verdwijnt een beetje in het water. Die is een beetje onzichtbaar in het water. Dus op het moment dat ik Vaporeon erbij pak, zien jullie hem bijna niet.
Ik weet het, Fluff. Ik weet dat jij niet van water houdt. Spyro houdt ook al niet van water. Maar ja, jullie moeten toch ook een keertje ook in bad? Nee! Jawel! Hoi, Nonslap. Hi, Daf. Probeer een beetje zo de chat in de gaten te houden. Ik vind wel dat mijn hoofd een beetje te laag zit. Ga ik heel eventjes fixen, want ik... Dat is beter. Kijk. Oh, nou zie ik wel een hoekje. Dus dan moet ik heel eventjes... Ever so slightly. Oké, daar gaan we. Mooi. Nou zit het beter. Niet grommen naar mij, hè. Paas erop. Wat is dit eigenlijk? Oh, als we de Volgens mij konden we de laserkat er al... Ik zie iets. Oh, nee. Oh, nee. Ik vind dit doodeng. Oké, oh, terug. We kunnen hier nog niet in. We moeten eerst de radiation stoppen. Duidelijk. Oeh, is dat titanium? Ik bedoel, nou is titanium in één keer heel erg waardevol geworden, hè? Nou, je beetje Fluff stinkt nog niet. Nog. Maar ja, daar gaat natuurlijk wel een beetje verandering in komen natuurlijk als Fluff niet in bad gaat, hè? Dus... Hé, hey, maar Fluff, wat als we nou het water zo lekker heel erg heet maken voor je dan? Fragments geven titanium op het moment dat je, zeg maar, de techniek erachter al geleerd hebt. Dan krijg je de titanium voor. Kijk, net zoals hier bijvoorbeeld. Volgens mij is dit een beacon. Ja, dat is een beacon. Nou, en als we die nou zouden scannen... Dan zegt hij van, hé, hey, maar die heb je al. En dan krijg je dus gewoon automatisch... Twee titanium ervoor. Koffietijd. Ja, eigenlijk zou ik nog ook een bak koffie willen moeten maken. Ga ik zo ook even doen. Nee, we willen niet terug naar de Bubble Base. We moeten eerst eventjes wat resources pakken. Want als we daar naar binnen toe gaan, moet ik heel eventjes denken van... Wat hadden we ook alweer nodig? Zodat we een beetje power erin konden krijgen. Volgens mij was een van de belangrijkste dingen een solar panel. Ja, maar Daaf, Flareon is niet van vuur gemaakt. Flareon kan wel vuur produceren, dat is weer iets heel anders. Wat kunnen we eigenlijk voor equipment nog verder meer maken? Wat is dit? Een Burble Tablet kunnen we zelf maken met Eon Cube. Wat is een Eon Cube? Oh, interessant. Nou ja, in ieder geval, we kunnen dus eventjes wat... Een pipi even papa. Maar wat dus ook heel erg belangrijk is... Waar heb ik eigenlijk allemaal in mijn inventory? Want wat we willen maken is... We willen onze eigen fabricator gaan maken. En dat kan dus ook nog eens een keertje. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Dat is dus heel erg belangrijk. Kunnen dus in de habitatbeelden kunnen we heel eventjes kijken. Kunnen we precies zien wat we voor sommige dingen nodig hebben. Bijvoorbeeld de Moon Pearl. Daar hebben we 2 titanium ignits nodig. Hebben we lubricant nodig. En 2... Daar is eigenlijk best wel goede koop. Dat valt nog wel mee. Maar goed, die kunnen we dus maken. Maar wat dus het allerbelangrijkste is, is... Oh ja, de Modification Station. Die is ook heel erg handig om natuurlijk te kunnen maken. Medikit. Maar wat wij willen maken is natuurlijk eerst onze eigen Fabricator. En daarin hebben we alleen maar Titanium, Gold en een Table Coral Sample nodig. Oké, duidelijk. Deze die zorgt voor een beetje stroom. Non-slap. Niet spoileren. Don't spoil. We don't like spoil. Dus don't. En het is hardcore, dus nee. Uh.
eens heel eventjes kijken. Wat Mumee zegt inderdaad. Maar goed, voor een solarpanel, daar hebben we dus koppen voor nodig. Titanium en quartz hebben we nodig. Dus eigenlijk kunnen we alle diamonds en zo, die kunnen we dus heel eventjes vervangen met titanium. Dus we kunnen gewoon eventjes zoveel mogelijk titanium meenemen. En dan kunnen we dus de diamonds, nou, één diamond wil ik wel inhouden. De ruby hebben we niet nodig. Wat is dat? Dat is dan een lege batterij. Lege batterijen leveren ze in. Silver? Niet echt, maar just in case. Heb ik nog zout bij me? Ja, want dan kan ik hier eventjes een kant-en-klare voedsel van maken. Dus die kunnen we eentje nemen. Dat is ook altijd wel heel erg handig om natuurlijk eentje te nemen. Waarom niet? Lantern fruit, die willen we dadelijk planten. Maar dat is voor dadelijk pas. Quartz is dus belangrijk. Ja, het grappige is, de purple tablets hebben we ook nodig. Maar het belangrijkste is, als we dus nu dadelijk onze ingang binnen kunnen... Dan zouden wij, mits ik me natuurlijk niet vergis, en dat doe ik helaas best wel vaak. Dan zouden wij dus onze storages kunnen maken en dan zouden we dus een beetje meer op kunnen slaan bij ons thuis. Nou, het enige wat we dan nog extra mee wouden nemen, dat is table coral. Dus laten we dat heel eventjes ook meenemen. Kom hier! Dank je. Dan kunnen we namelijk een fabricator ook nog eens een keertje thuis meenemen, of thuis gelijk maken. In ons nieuwe huis. Even kijken, waar is onze splash? Daar is onze splash. We zitten vol. Mooi, we zitten vol. Dus dan gaan we weer terug even naar de basis. Even een beetje op en neer. Welcome aboard, Captain. Ach, ik weet nu niet wat Leviathans zijn. Alleen dat er beesten zijn die zo heten. Ik vind het niet een heel erge spoiler. Nee, dat weet ik. Maar toch, een spoiler is een spoiler. En we hebben heel veel enge dingen die hier in het water rondzitten. En er zijn beesten die zijn super gevaarlijk, zeker in hardcore. Net zoals deze. Ik was mijn eerste hardcore, die ik echt mijn eerste attempt. Toen ik echt zoiets had van, weet je wat, ik ga wel hardcore. Ik ging mijn bootje uit en blijkbaar was het dus zo'n vis die dus langs zwom. Echt super vervelend. En die schiet dus inderdaad van die gele sporen af. En als je daar dus in zit, ja, dan krijg je dus heel erg veel damage. Je stikt gewoon eigenlijk. En... Ik zat dus recht in zo'n bom en ja, binnen 1 seconde was ik al dood. Door zo'n beest. Dus dat was heel erg teleurstellend. Skald, een aanval met kokend water is ook super effectief tegen vuur. Ja, klopt. Maar Skald is ook nog eens een keertje dat je dus water enorm hard... zeg maar tot een vaporium die spuit het ook nog eens een keertje heel erg hard. Maar, een Flareon kan er niet burn door raken. Plus, je moet het ook niet als aanval zien. Als je namelijk even gewoon goed heet water... Flareons zijn niet echt een fan van water, inderdaad. Maar als je gewoon eventjes zorgt voor een goed heet water... voor een goed heet bad... Dan hebben de Flareons er niet zo snel problemen mee. Oh, dit ziet er zo mooi uit, jongens. Echt, moet je kijken hoe mooi. Kijk hoe mooi dat dit eruit ziet, man. Maar goed, we zijn weer terug bij de Bubble Base. Er zit ook een hele grote kar met lood, zeg maar, naast ons. Wat heel erg fijn is. Precies, Eevee. Maakt het allemaal super sfeervol, inderdaad. Mag ik alsjeblieft weg? Eens eventjes kijken. We wouden dus weer eventjes naar de Habitat Builder. Het eerste wat we willen maken is een hatch. Nou, en de hatch die lijkt mij het leuk. Ja, trouwens, nee, wacht eventjes. De hatch is leuker als we dat op een compartment zouden maken. Dus dat we echt eerst zo hierdoor naar binnen toe moeten. En dan hier... de hatch maken. En dan even kijken... een solar panel. Eentje zal genoeg moeten zijn, dus... Dan zou het hier binnen nou... Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Laat maar raden, het is nacht. Het is zeker nacht. Ik
Je moet Pokémon aanvallen meer zien als elementaire magie, niet 1 op 1 natuurkunde. Het duurt lang, hè? Maar volgens mij is het echt nacht. Waar zijn we eigenlijk ergens? Daar heb je het schip. Daar heb je Cannon Eiland. Maar ja, sowieso moeten we bij Cannon Eiland ook nog het een en ander eigenlijk exploren. We zitten dus aan de achterzijde van het schip. En we moeten daarin om dus het een en ander te exploren. En om de radiatie daar te stoppen. Dus we hebben sowieso dingen te gaan doen. En ik moet echt een keertje gaan zorgen van een betere stoel eigenlijk. Oh. Maar natuurlijk is het weer nacht, hè? Dat zul je weer net zien. Dat is een mooi patroon. Wacht eventjes, hebben wij hier... We hebben hier gewoon de spoorsacks hebben hier gewoon liggen. Dat is een hele belangrijke... stuff thingamajing. Voor later. Oké, nou wat heel erg fijn is om dus hier naar binnen te komen. En om alvast gelijk... Kunnen we die eentje maken? Het zou fijn zijn als we die eentje kunnen maken. En zo te zien is het dag geworden. Power restored. All primary systems online. En we hebben onze eigen fabricator. Nice. Nou, laten we deze ruimte hier gewoon gebruiken als tot we hier een soort van woonkamer gaan maken. En tot we eventjes een ruimte erachter gaan maken voor de storage. Dat lijkt me even het beste. Plus, dan kan onze basis ook een beetje opladen. Dat lijkt me ook eigenlijk niet echt een verkeerd iets om te doen. Dus we pakken gelijk heel eventjes. Volgens mij heb ik nog wel genoeg titanium ervoor. Ja, dat hebben we nog wel. Dan zetten we deze hier mooi naast neer. Even kijken, Stevie, links op je facecam loopt het groene doek niet helemaal goed. Dat is niet goed. Ik ga zo even kijken, ogenblikje. Links zeg je. Welcome aboard, Captain. Waar dan? Ah, ik zie hem al. Het is echt minuscuul dit. Nee. Zo beter? Nou, ik zie nog... Ja, ik ga heel eventjes de uitsneden een beetje beter werken. Geef me even een seconde, Hup. En dan bijsnijden. En dan een beetje van links afhalen. Zo. Ik stom aan de maan. Ik denk namelijk direct aan het effect wat die veel te dichtbij gigantische maan aan effect zou hebben op het weer. Het zou extreem moeten stormen, maar dat gebeurt helaas niet in deze game. Nee, echt regen hebben ze hier nooit van gehoord. Dat is weer wel wat ze hebben gehoord. Ze hebben wel weer elementen weer toegevoegd aan latere games. En dat ben ik eigenlijk best wel blij omdat ze dat wel weer in latere games hebben toegevoegd. Goed, nou in ieder geval, we kunnen dus nu hier ons eigen voedsel maken. Wat hebben we allemaal? We hebben de scanner room. Waar we heel erg veel voor hebben, maar we moeten gewoon even bij het begin beginnen. We hebben dus lood nodig, we kunnen weer dingen gaan halen, noem het maar op. Het allerbelangrijkste is storage. En dat gaan we dus doen in onze storage ruimte. Nou, laten we daar eens heel even gaan beginnen met onze storage lockers. Kan ik die al maken? Ik zie hier nog geen storage lockers. Ah, storage lockers. Nou, deze die kunnen we dus heel precies zo eentje hier neerzetten zo. Hoeveel titanium heb ik nog? Geen. Nou, en daar blijft het bij. Nee, locker. Ik doe hier heel eventjes... dit soort stuff heel eventjes snel in. En we gaan heel eventjes op en neer om eventjes zoveel mogelijk titanium op te halen. Waarom ook niet? Dit mag erin. Coral sample hebben we even niet nodig. Drinken is al erg belangrijk. En onze tools zijn heel erg belangrijk. En... Hallo Stevie, heb ik nog iets gemist? Ik leef nog. Dus, denk het niet. Denk dat ik het goed doe. Nou, aan de andere kant, het is een planeet wat onbekend is. Dus, ja,
Het is een beetje een onbekend iets van wat er eigenlijk gebeurt in deze planeet. En hoe dat het hier scientific werkt is misschien heel erg anders. Later Daaf. Tot de volgende keer. Dus ja. En we willen zeker nog wel wat dingen gaan onderzoeken. Oh, dat, ik vind dit ook zo mooi, hè. Zodra die cake zo er doorheen. Mooi. Maar we gaan zoveel mogelijk dingen dus eigenlijk bij onze basis ophalen. En dat willen we dus eigenlijk meenemen om zoveel mogelijk al uit te kunnen bereiden. En wat een van de belangrijkste dingen is, is dus inderdaad om onze storage daar een beetje kwijt te kunnen. Want we willen een moonpearl maken. En echt serieus, ik ben heel nieuwsgierig wat er zit. Maar we hebben de radiatie. En ik denk dat dat eigenlijk een van de eerste dingen is die ik wil fixen. Dus we gaan even zorgen dat onze basis een beetje operationeel is. En ik denk dat het dan eigenlijk de beste keus is om... Nou ja, de moonpearl is ook eigenlijk wel handig. Want de moonpearl laat namelijk onze seamat op. En op het moment dat we een moonpearl zouden hebben... Kunnen wij dus heel erg makkelijk... Oké. Ik heb een radiation helm inderdaad, ja. Maar dan kunnen we de rebriefen niet gebruiken. Want de rebriefen zorgt ervoor dat wij dieper kunnen duiken dan 100 meter. Dus het is of de radiation helm of de rebriefer. En als we dus in de Aurora de radiatielekken kunnen stoppen... Dan zouden we geen last meer moeten hebben van de radiatie. Dus. En Super Mario Player heeft een abonnement cadeau gedaan aan Stevie Man. Stevie Man surft gezellig met ons mee weer voor een maandje. Dankjewel Stevie Mario Player. Super Mario Player voor de sub. Eens eventjes kijken, waar waren we? Ja, dit is echt, dit is hier zo lekker als een mandje, jongens. Even kijken, we willen de seeds. Ja, die hebben we nou op het moment nog niet nodig. We willen inderdaad wel gaan zorgen dat... Diamond, die wil ik zeker wel even meenemen. Maar voor de rest kan dit hier allemaal wel blijven liggen. Nog eventjes. Wat hebben we nog eigenlijk in onze tempzooitjes te zitten? Want daar zat heel veel titanium in. Eerst even kijken. Quartz, ja, lithium hebben we ook niks aan. En hier zit ook onze radiation helm bij. Dus als we de ruimte ervoor hebben, zou ik hem zeker meenemen. Zo niet. Nou, we hebben echt maar heel weinig titanium kom nou achter. Oeps. Oh, hier is het. Gelijk meenemen. Neem alles maar mee. Neem gelijk onze helm mee. Wat zit hier nog verder in? Die, dat is ook weer titanium eigenlijk. Neem maar wat extra lithium mee. Zo. Een beetje. Ik wil de cave silver eigenlijk ook meenemen. Oh nee, wacht. Doe de lithium maar terug. En laten we de loop meenemen. De loop is iets belangrijks. Want dan kunnen we misschien al gelijk de moonpearl zelf maken. Welcome aboard, captain. Oké. Nou, we hebben in ieder geval nou genoeg tot we ook storage kunnen maken. En dan kan ik eindelijk wat lokkers naar naampjes geven. Yay! Dat is Lifepot 19. Die gaan we later pas onderzoeken. Dat is ook een Lifepot die we later willen gaan onderzoeken. Oh, er is nog zoveel te doen voor ons. Lifepot 13 moeten we nog onderzoeken. En we moeten natuurlijk heel eventjes kijken of we die force field... Want we hebben twee van die gekke sleutels gevonden. Dus... Ja, wie voelt zich geroepen om over het titanium te gaan? Wie wil het titanium bijhouden? Oh, wat lag hier beneden? Is dat een trashcan? Ja, die hebben we al. Wie voelt zich geroepen van... Nou, titanium is zo belangrijk. Geef mij het titanium maar. Niet allemaal tegelijk, jongens. Nee, ik wil niet naar titanium vernoemd worden. Jasper Jansema. Die wil vernoemd worden naar... Oké, nee, dat is goed, want titanium is heel erg belangrijk. Nou, Jasper Jansema, jij wordt dan de eerste lokker. Want de eerste lokker is bij mij altijd eigenlijk standaard
De titanium. De titanium locker. Dus bij deze. Radiation detected. Ja, maar ik ben nou toch gewoon veilig in mijn schip. Niet zo moeilijk doen hoor. Ik weet dat er radiatie is, maar daar gaan we ons nou nog niet druk over maken. Dat doen we wel ietsje later door. Net zoals dat gegrom, geen fan. Ik weet nog... Jezus! Wolf, wij moeten praten. Moment. Lol. Bedankt voor de support. Nah, joh. Met we moeten praten. Enorm bedankt natuurlijk voor de support. Oh, ik hoorde dat gegrom en ik hoorde echt in één keer... Oh. Bedankt voor de support. Nou, in ieder geval, ik zit er dus aan te denken om aan deze kant dus verder natuurlijk uit te bouwen. En aan de andere kant, ik vind ze allebei mooi. Wolf, echt enorm bedankt voor de support en voor de hartverzakking. Even kijken, kennen wij nou de... Kunnen wij... Oké, we hebben de loop. We hebben de titanium ignite... Nee, we hebben twee lood nodig en dan pas kunnen we de moonpool maken. Nou, lood zou hier toch echt in de buurt te vinden moeten zijn. Ik bedoel, heb ik die volle batterij bij? Volgens mij heb ik die volle batterij bij. Nee, die volle batterij heb ik niet bij. Nou ja, onze inventory die zit nogal op het moment heel erg vol. Dus wat we heel eventjes gaan doen, is we gaan eerst eventjes Jasper Jansema. Eentje verder, dat is onze... Dat is hier. Oké. Even kijken, past het? Jasper, ik ben bang van niet. Jasper Jan. We maken er gewoon Jasper Jan van. Perfect, goed. Volgende... We hebben een nucleaire vis. Ah, we gaan er gewoon nog eentje maken. Eens eventjes kijken. Als dat onze titanium is, dan gaan wij dus eventjes gelijk een nieuwe locker maken. Net zo makkelijk. Die zetten wij heel dicht op de andere neer. Ruimtebesparing noemen we dat. En dan gaat hier het koper in. Wie wil de koper gaan bewaren? Wie wil koper gaan bewaren? Ik plaats heel eventjes alvast eventjes wat extra lockers. Zodat ik eventjes alvast mooi de ruimte heb. Stevie Man voor de kopper. Helemaal goed. Ah, dat... Nee. Die kan dichterbij. Sorry Mario, Stevie was eerder Stevie Man. Eens even kijken. Stevie Man. Ik denk niet dat hij 010 erbij kan. Nee. Dus het wordt gewoon Stevie Man. Eens even kijken. Dus dan hebben we titanium. Dan hebben we koper. Wie wil lood bijhouden? Wie wil lood? Wie wil er lood? Oh. Ik vind hem niet netjes. Ik vind hem zo niet netjes. Oké, Super Mario past ook wel bij als loodgieter. Oh, wat slecht. Hallo. Nou, noemen we bij jou SMP 200. En als ik het heel netjes naast elkaar neer heb gezet, dan zou hier er nou nog eentje moeten kunnen. Kennen, konnen, kannen. Nee? Gaan we zo eikelig doen? Gaan we echt nou serieus...
Gaan we nou... Hoezo is dit niet genoeg ruimte? Hoezo? Ik heb hier echt problemen mee. Je hebt nu alleen een lege lokker. Hallo? Ik heb hier problemen mee. Hoi Tiedmar! Ik heb hier echt problemen mee. Ik serieus, hoezo kan dit hier niet? Kan iemand mij uitleggen waarom dat het hier niet kan? Ik heb hier problemen mee in 26 verschillende talen. Oké, okay, nou weet je wel, we plaatsen er gewoon eerst even eentje hier weer. Zo. Kan ik er nog eentje? Ja, we kunnen er nog eentje. We gaan dadelijk van eigenlijk wel heel eventjes veel verzamelen, noem maar op. Want we hebben dus veel titanium nodig. Ik zet hem wel hier neer. Oh, deze heeft er nog één. Even kijken. Dit was... Oeps. Dit is... SMP200... Even kijken, dus we hebben titanium, we hebben koper, we hebben lood. Wat gaan we hiervan maken? Even kijken, moet ik heel eventjes denken, we hebben lood. Zilver! Wie wil zilver? Ja, ik heb hem dooi een beetje, sorry. Nu niet meer, Mario. Koetsmax? Koetsmax voor de zilver? Koetsmax voor de zilver. Nee, ik stoor me hier echt veel te erg aan. Hoeveel titanium hebben we nou nog? Nou, weet je wat? We kunnen nog eventjes even kijken. We kunnen nou nog... Ik ga gewoon deze muur proberen vol te bouwen. Wie wilde voor het goud? Tiedmar, jij wil goud? Ben jij dan wel goud waard, jongetje? Kan ik hem nou misschien tussen stoppen, omdat... Nee. Oké, okay, even kijken. Tiedmar. Die gaat voor het goud. En... Nee. Neem ik die... Nee, helaas. Tiedmar was voor. Maar Flareon Games, voor jou heb ik namelijk een vele leukere. Jij gaat de robijnen beschermen. Gewoon Flareon. Aangezien dat ik een Flareon heb die Ruby genoemd is. Ik hoop dat je dat wel leuk vindt. Ga jij voor de robijntjes. Ja? En wat dan heel erg belangrijk is, is voor het water. Wie wil... wie wordt onze ijskast voor water? Nou, nee, voor gewoon voedsel. Voedsel, water. Koffiebonen. Wil je dat? Kan je krijgen, mijn vriend. Zolang dat je maar genoeg robijnen hebt. Dankjewel, je bee. Maar goed, wie wil er voor voedsel? We hebben voedsel nodig om te overleven, dus wie wil er voor voedsel? Voedsel, voedsel. Ik vraag mij af, zou het nou wel hier... Echt, hè, die game design soms hier. Maar ja, op zich ziet het er niet verkeerd uit. Nou ja, eigenlijk aangezien dat hier nog niks zit... doe ik het heel eventjes anders en wil ik het een beetje wat mooier eruit laten zien. Oké, okay, eventjes kijken, want dit was Tiat... Noemen we het een beetje mooi verspreid. Ziet er iets logischer uit. Dan maar zo. Oké, dit was Flareon. En dit was... Tiedmar. En dan moet ik hier heel eventjes er ook voor zorgen tot er een beetje... Even kijken, Koetsmax als laatste, SMP als middelste. Help me dit heel eventjes onthouden, jongens. Kijk, dat ziet er allemaal mooier uit. Oké, okay, eens eventjes kijken. Dit was Stevie Man.
Dit was SMP. Dankjewel, je beetje. Koetsbaks, oeps. Je hebt niks gezien. Eevee Lover, let's go. Hey, hoi. Eevee Lover, let's go. Wil jij voor het voedsel zorgen? Wil jij voor het voedsel zorgen? Dus ik zie een beetje sparkle, sparkle, sparkle hier in deze hoek. Zien jullie het ook? Ja, jij wil voor het voedsel zorgen? Oké. Okay. Eevee. Was dat zo, Lover? Nee, dan moet ik gewoon zo Eevee Lover. Gewoon Eevee Lover. Zo. Eevee Lover doen we er dan gelijk zo eventjes bij. Waarom ook niet? Goed. Dan heb ik er hier nog eentje. En daarin wil ik het quartz erin gooien. Wie wil voor de... Pardon. Sorry, Koetsmax. Wie wil voor de quartz zorgen? Wie voelt zich geroepen? Let me know. We hebben nog eventjes een naampje nodig voor de quartz. Pak gewoon een willekeurige naam, hoor. Van quartz kun je heel mooi glas maken. Dan steek ik bij deze mijn hand op, JB'tje. Nou ja, sowieso is JB'tje al een beetje een quartzzalver. Sorry, JB'tje. Nee, aan de andere kant past het er ook wel bij, in verband met je bent een Litleo. En een Litleo die kan heel goed glas maken. Oké, nou dan kunnen we dus een beetje even onze inventory al een beetje gaan sorteren. Jasper, Jan, jij zorgt ervoor titanium. Dat hebben we op het moment helaas niet meer. Oh, ik heb hier even alle rotzooi ingegooid. Oeps. Nou, titanium hebben we op het moment niet. Stevie, man, jij ging voor de kopper. SMP ging voor het lood. Hebben we niet. Koetsmax ging voor het goud. En Eevee Lover, let's go. Die surft gezellig met ons mee dankzij Super Mario Play voor de sub. Dankjewel voor de support. Oké, nou in ieder geval Koetsmax die gaat dus voor de gold. Duidelijk. Oh nee, wacht eventjes. Dit was lood. Nee, Koetsmax ging voor het zilver. Ik doe het helemaal fout. Koetsmax ging voor het zilver. Oh, oh, oh. Tiadmar ging voor het goud. Flareon ging voor de rubies, die we nou helaas op het moment niet bij ons hebben. En Eevee Lover, die zorgt ervoor ons voedsel, wat we op dit moment helaas weinig bij ons hebben. Nou ja, Eevee Lover, niet getreurd. We hebben namelijk... Heel veel geluid. Dat klonk eng. Oh, als je hier doorheen... Dit dreunt door, man. Creepy. Nou, sowieso wil ik deze deur eigenlijk een beetje vrij houden. Omdat ik wil dus hier eigenlijk de Moon Pearl bouwen, dus... Je bent er pas net. Ja, maar dat maakt niet uit. Gezellig. Gezelligheid kent geen tijd. Wat we dan heel eventjes gaan doen, want we hebben nou een beetje titanium erbij. En we willen toch wel een beetje meer... Oh, ik zie het ook heel veel doorstep. Nog eentje? Ja, kan wel. En kunnen we even onze pieper even gelijk... Ik bedoel, we hebben voedsel van onze pieper, dus waarom ook niet? Cured food? Nee, dat is niet nodig. Pipi! Extra voedsel, goed. Oké, noemen we nog heel eventjes het titanium weg en dan gaan we heel eventjes een beetje materialen... Aan de andere kant, ik vind eigenlijk dat we naar de Aurora moeten om de radiatielek te moeten stoppen, dus... dat lijkt mij op het moment eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus wat ik heel eventjes ga doen, JB'tje, ik weet dat jij bent van de quartz. Flareon, normaal gesproken hebben we daar de ruby voor nodig en noem het maar op. Maar op het moment moeten we eventjes een leeg inventory hebben. Dus ik wil het zout wil ik wel houden, dus geef mij eventjes het zout. Lubricant houden we eventjes, de sleutels hebben we niet nodig. Table coral sample laten we heel eventjes achter. Wij gaan heel eventjes zoeken voor voedsel en genoeg drinken en dan gaan wij richting het schip.
Misschien ook wel even handig om dan eventjes dat te swappen. Kan dat eventjes terug. Zo. We kunnen ook gelijk even de batterij even voor hem ophalen. En hopelijk dat we dus wel genoeg hebben. Want ja, die radiatie die is best wel gevaarlijk. Dus laten we eerst eventjes gaan zorgen voor extra voedsel. En natuurlijk een laserkatten, die is heel erg belangrijk. Dus we komen hier sowieso nog heel eventjes terug. Maar laten we eerst heel eventjes gaan zorgen. Nou ja, weet je wat, we gaan gewoon heel eventjes... Oh, wacht eventjes. We zitten nou onder de 100, hè. Dus we nemen nou iets. We gebruiken nu veel meer zuurstof. Dus wat we nodig hebben... is een enorme lading aan coral. Wat is dat? Is dit? Oh, dat is zout. Zout is belangrijk. Zout equals drinken. Time capsule. Wacht, kan ik die scannen? Kan ik hem openmaken? Wat zat erin? Waar was dat? Een survival knife. Jee. Dankjewel. Zo nuttig. Nou jongens, onze zorgen zijn voorbij, want we hebben een tweede survival knife. Hoera, hoera. Oké, nou weet je wat, we gaan hier al eventjes... Hier komen. Even voedsel, dank je. Het enige nadeel is dat er hier geen koraal in de buurt is, zodat we even makkelijk water kunnen maken. Hoi. Ik weet dat ik hier heel slecht onder water kan... Ik heb een gigantische oogbal gevangen. Hoera. Hi. Laat jij mij gewoon maar rust. Ik neem dat als een nee. Ik neem dat als een nee. Oké, prima. Is jouw territorium. Ik ben al weg. Ik weet wanneer ik niet welkom ben. Ja, misschien vinden we hier nog wel wat extra materialen. Ik bedoel, we zijn nou heel eventjes met de scavenge hunt bezig. Oh boy, Simon die heeft nog maar 39%. Oh boy, we moeten hem repareren en snel. Oké, heb ik mijn, waar is mijn reparatietool ding, geval? Repair tool. Nee, dat is de habitat builder. Straks komt minister X, dan steek je in een knife in de zombie en dan denk je, hou dat mes maar, ik ben blij dat ik een tweede mes heb. Het is geen Resident Evil, je beetje. Als dat er nou ook nog eens een keertje bij komt, ik serieus, ik denk dat ik helemaal zou paniekeren. Hoe kan ik hierin met de C-mat? Nee, we hebben nog maar weinig batterij, is niet handig. Is nou niet handig om, we hebben maar weinig batterij over, dus... We hebben nog een tijd om één keertje terug te gaan. Dan gaan we richting... de Aurora. Oh nee, wacht eventjes. Dan gaan we eerst even terug naar de huisbasis. Dus ik neem heel eventjes hier wat titanium mee. Wat ben jij? Seamat. Nou ja, dat is ook weer titanium. Kom maar. Heb je nog meer titan? Oeh. Oh, dat is ook weer een deel van de C-mat. Ik weet het, Gladys. Sure niet. Bioreactor. Auw. Wat beet mij? Auw. Oh, jij. Oké. Ik heb hiervan geleerd. Scan het. Blijf bewegen, blijf bewegen, blijf bewegen, blijf bewegen, blijf bewegen, blijf bewegen. Goed zo. Ik schrok al. Over batterijstatus moet bukken, anders zie je het niet. Sorry. Ik zal heel eventjes laten zien hoe dat batterijstatus eruit ziet. We hebben nog 20% batterij. Batterij! Oké, waar is... Even kijken hoor. Daar.
Dat zal eng zijn, overal in het water kan Mr. X op duiken en je achterna zitten. Dat lijkt me echt een beetje creepy inderdaad. Je krijgt Pokémon Let's Go Eevee met de Pokémon Plus. Nice. Hi. Ik wou dat eigenlijk hebben. Kun je het misschien droppen? Dank je. Neem het gewoon mee. Is nou voor mij. Vond hij niet leuk. I don't care. Is nou voor mij. Oké, hoe zitten we met inventory? Oké, de rest gaan we gewoon vullen met table coral. Dan hebben we ook eventjes voldoende drinken. Kunnen we terug naar de basis. Hopelijk een lasercut te maken. Vier, vijf, zes. Nice. Oké, even kijken. We hebben zout, dus we kunnen wat drinken maken. Dat is geen enkel probleem. Zat er hier nog iets boeiends wat we nou nodig hadden? We hebben hier nog een beetje lithium in zitten. We hebben hier een medkitje. Oh nee, dus heb ik zelf bij met een medkitje. Oh, doe maar een extra survival. Weet je wel, wacht eventjes. We hebben deze nou. Zo. We hebben voedsel. Het is wel grappig hoe dat die eigenlijk leeg is. Hier zit nog die volle batterij. Die volle batterij is echt handig. Die nemen we mee. En als we nou slim zijn... Stoutus. Scorpedo's, denk ik. Of Sharkpedo's, of hoe dat zo heten. Rare vraag, maar welke Let's Play vond je beter gelukt? Wind Waker in HD of Twilight Princess ook in HD? Wind Waker. Wind Waker in HD vond ik veel leuker om te maken, aangezien dat het was de eerste in HD. En er waren hele leuke grapjes om over te maken. En YouTube was nog niet zo vervelend. Twilight Princess in HD, ja, het was eigenlijk een beetje... Het voelde hetzelfde aan, wat heel erg jammer was. Plus YouTube zat constant daarin te vervelen. En daardoor dropte mijn motivatie echt extreem om video's te maken. En dat vond ik zelf ook niet echt fijn voor de kijkers. Dus. Maar op zich geen rare vraag. Het is gewoon eigenlijk een hele normale vraag. Dus ja. The more you know. Nou, we gaan eerst terug naar de Bubble Base. Oh, we hebben nog maar 15 stroom. Durf ik echt op en neer te gaan? Ik denk het wel. We moeten wel. Ik heb geen keus. Gewoon even de lampen uitdoen. Hopelijk tot dat een beetje meer stroom bespaart. Ik zou wel een extra powercell batterij kunnen maken, maar... Dat kost zoveel materiaal. YouTube was toen heel erg met auto-claim systeem. Non-stop. Plus, YouTube begon ook steeds meer subscribers te vergeten te vertellen dat ik een video had geüpload. Dus ja, ik had de Twilight Princess had ik dan bijvoorbeeld geüpload en niemand was ervan op de hoogte. Nog erger. Gladys, misschien moet je je mond houden. Dacht je daarover? Nou heb ik trouwens wel een heel erg goed idee wat eigenlijk wel handig is voor te zorgen dat wij voldoende voedsel en dan het blijven houden. We kunnen namelijk de fabricator gebruiken om heel eventjes de basic materials tot even wat meer titanium hebben. Ja, dat vond ik ook heel erg naar. Dus, plus, ja, YouTube. Zoals ik in de update video eigenlijk al zei. Van ja, ik ben niet echt helemaal klaar met YouTube. Toch stop met YouTube of zo. Maar YouTube is gewoon niet echt meer gebruiksvriendelijk. Dus, en ik vind streams vind ik veel leuker. Omdat ik dan interactief kan zijn met jullie geweldige kijkers. In mijn mening. Ik vind jullie echt geweldig, sorry. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En dat is niet om te slijmen, maar... Jullie maken een... Ik bedoel, echt serieus, laat ik het zo zeggen. Het zou een beetje raar zijn als ik dan hier zo zit, weet je wel. Dan zit ik zo met jullie zo... Zit ik dit dan te doen en dan kijkt er niemand. Dan is er niemand en dan tot ik dit dus eigenlijk helemaal in mijn nuppie zou moeten doen. Zou een beetje raar zijn, vind je niet? Beetje ruig, vind je niet? Nogal. Goed. Nou, ik heb in ieder geval één klein plannetje wat ik heel eventjes wil gaan uitvoeren. Evilabber, jij ging eventjes voor het voedsel, dus ik geef jou heel eventjes een beetje water. Eentje hou ik zelf. Nou ja, die drinken we maar al gelijk op. Ik zie ook dat we voedsel hebben, dus laten we even gelijk twee dingetjes eventjes gebruiken voor voedsel.
Ja, YouTube is echt raar, dus... ja, en jullie kunnen inderdaad, jullie kunnen gelijk... Ik bedoel, ik lees, ik zie gelijk, als jullie iets typen, zie ik het gelijk, kan ik erop reageren. Veel leuker dan YouTube. En ik bedoel serieus, ik ken nog steeds voice acting hier, hoor. Dat is wel een probleem om hier te voice acten, dat zou... even kijken wat we ergens gaan maken. Weet je, ik zou dat gewoon makkelijk kunnen doen. Het enige wat apart is, is... Ik kan dus niks knippen. Dus op het moment dat ik zeg van... En ik ga nu naar het schip toe. Ik zie jullie bij het schip. Nee, jullie zien mij echt elke seconde doen. Want ik kan niks knippen. Want het is live. Dat is het enigste waarvan ik zeg zo van... Ja, dat kan misschien een beetje nadelig zijn. Maar aan de andere kant... Meer tijd voor interactiviteit. Nou, ik had maar één eyeball. Flame. Oké, nou in ieder geval, ik had dus een heel erg slim ideetje in gedachten. Door namelijk de solar panel, om die hier eventjes van af te halen. Nou trouwens, wacht eventjes, nee, die kan daar juist wel goed op blijven zitten. Om hier, op deze, een tweede layer op te maken. Dit is namelijk heel erg handig. Dit is een trucje dat herinner ik me een beetje nog van de vorige playthrough. Als we dat namelijk doen... Ja, we moeten ook echt zorgen dat base strength dadelijk wat beter is, maar dat komt later wel. Dan kan ik hier binnen, in onze locker room. Eens eventjes kijken, dat is de ruimte waar dat we de moonpool willen maken. Even kijken hoor, als ik die kan nog dicht doe. Ja, ik denk dat we daar wel de ladder kunnen maken. Tenminste, ik kan... Oh, wacht, dat kan alleen maar in dit soort... Kunnen we alleen maar daarop doen, dus. Er zijn maar 4 plekken waar dat je dat kan doen. Ah, dan doen we hem gewoon hier maken. Waarom ook niet? Doen we dat toch gewoon? Hoppakee. Kijk, en dan kunnen we hierboven... En als we hierboven gaan zitten... Dan kunnen we hier een paar glazen maken. En dan kunnen we dus hier heel erg mooi indoor... Exterior. Nee, ik had indoor. Dat weet ik zeker. Ja. Kunnen we dus growbeds maken. Dit is toch... Ja, dit is indoor. Kom op. Kom op! Heb ik er nog voor eentje? Ja, joh. Dat verklaart... Even kijken hoor. Dat verklaart dus ook waarom ik pas 3 dagen nadat je een video had geüpload pas een melding erover kreeg. Ja, dat. Ja, houdt echt van een survival game. Nou, is dit inderdaad wel een hele mooie game. Eens eventjes kijken. We kunnen hier eventueel nog een paar lockers extra neerhangen voor eventueel voedsel en alles. Maar wat ik het leukste vind is om hier dan even zo'n klein potje te maken. En we zien wel wat we daarin eigenlijk maken. Want waarom ook niet. Het is gewoon een leuke decoratieve iets. En ik ken iemand die heel erg veel van decoratie houdt. Hem nu mee? Oké, nou even kijken. We hebben de seeds niet meegenomen. Oh, we hebben de seeds niet meegenomen. Oh, we hebben de seeds niet meegenomen. Dit was dom. Oef. Oké, nou in ieder geval, we hebben nog table coral. We hebben water. Kennen we de lasercutter maken? Dat was even het belangrijkste. Wat hebben we nodig voor een lasercutter? Even kijken. Tools. Voor de lasercutter hebben we nodig... Oh ja, we moeten deze ook nog maken. Darn. Nou, we hebben nog een titanium. Maar eerst de lasercutter. Cave sulfur heb ik meegenomen. Dacht ik, ja. En 2 diamonds. Oké, we kunnen hierbij alles maken. En we hebben hier een volle batterij. Daar ga ik heel eventjes een lege batterij van maken. Wacht eventjes. Dat deed je met air. En dan zo. En als ik dan mijn eigen niet vergis. Want ik geloof dat ik alles even aan Flareon heb gegeven. Cave sulfur en 2 diamonds. Voilà. We got this. YouTube heeft ook een keer followers weggehaald van een kanaal zonder dan een ander kanaal. Meer followers dan... Hè? Even kijken. YouTube heeft ook een keer followers weggehaald van een kanaal... zodat een ander kanaal meer followers dan het andere kanaal hadden. Jasper Jansema, nee, dat is een fabeltje, dat komt wel vaker voor. YouTube is dan gewoon bezig met inactieve kanalen, zeg maar. Inactieve subs weg te halen, waardoor dat een nummer in één keer daalt... en een ander kanaal is op dat toevallig moment gewoon heel erg gegroeid. Dus nee, YouTube zal niet zo gemeen zijn... Wel is YouTube zo gemeen door te zeggen van... ...ik promote het ene kanaal meer dan het andere.
Al zit je in deze game helaas aardig gelimiteerd aan de mogelijkheden, maar jij niet alles kan zoveel vrijheid. Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Plus, hier zit ook nog eens een keer natuurlijk een hele storyline in. Maar goed, tools, wij hebben onze lasercutter. Oké, en nou is dus deze ook nog heel erg belangrijk. Het enige nadeel is, daar hebben we dus nog een batterij voor nodig en een wiring kit. En een wiring kit was uit het hoofd volgens mij gewoon 2 zilver. Toch? Ha? Ja, dat was gewoon 2 zilver. En een batterij, die kunnen we even... Ik moet nog steeds aan het geluid wennen. Even kijken. Koetsbak zat zilver? Juist. Waar halen wij onze batterij eventjes uit? Nou... We hoeven op het moment eigenlijk niks te bouwen. Dus... En aangezien dat we dus in één keer daar... Wij hadden een vuur... brandblusser hebben we ook nodig als we daarheen gaan. Darn it. Hoeveel koper hebben we? Stevie! Hoeveel koper... Stevie met... Het is even... 4 koper. Wat is wijsheid? We kunnen een tweede powerbatterij maken. Oh, gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Jawel, je hebt wel een brandblusser nodig als je naar de dingen toe gaat. Ja, ik weet dat hij daar ook eentje is, maar je moet in het begin moet je toch een extra brandblusser meenemen. Voordat je daar binnen kan komen, moet je dus al brandblussen. En Koetsmax, hou een beetje rekening met spoilers. Het is hardcore, dus... Shh. Beetje shh. Ik denk dat we het volgende gaan doen. We nemen gewoon ons koper mee. Want onze reddingcapsule die drijft boven de acid mushrooms. Waardoor dat we dus batterijen kunnen maken. We halen de batterij uit de habitat builder. Stoppen de habitat builder gewoon eventjes weg. Want die hebben we nou niet meer nodig. Dus. Hier met die batterij. Flareon. Hou jij heel eventjes de habitat builder maar even bij je. Dank je. Oh, we hebben weer een bericht. Nog een bericht. Oké, wiring kit moesten we maken. En dan konden we bij tools... ...konden we de propulsion cannon maken. En die is heel erg fijn. Even kijken, freezes, optical. Die is ook wel fijn, maar die kunnen we nog langer na niet maken. Propulsion cannon. Die is heel fijn om te hebben. Mooi. Goed. Wat we nou gaan doen, is... ...wij hebben koper bij ons... En als we dus terugkomen, kunnen wij heel eventjes een paar batterijen maken. We vullen natuurlijk de equipment die lege batterijen op het moment hebben. En op dat moment kunnen wij dus gewoon een extra powerbatterij maken. Een extra powerbatterij is altijd handig, dus... Welcome aboard, Captain. Dankjewel. Je voelt je al gelijk een stuk lichter. Nou, mooi Stevie, man. Ik ook, want ik heb hier geen drinken bij de hand. En wat heel belangrijk is bij livestreams is eigenlijk drinken. Dus ik ga daar eigenlijk wel even wat te drinken halen. Voor de mensen die het willen weten, we zitten nog op 13%. Dit is een beetje gevaarlijk aan het worden. Ik hoop dat we nog zelfs thuis kunnen komen. Maar wie heeft er eigenlijk nou op het moment vakantie? Want... Ik weet dus absoluut niet meer hoe dat er nou met vakantie zit. Ik bedoel, hier in het zuiden hebben we dan ook nog eens een keertje vaak carnavalsvakantie. Nou, sorry, ik ben geen fan van carnaval. Excuses als je er wel fan voor bent. Je pixelmon zit te trippen met te veel Eevees. Je kunt nooit te veel Eevees hebben. Nee, Koetsmax, Zuid-Holland die heeft nu bijvoorbeeld vakantie. Het is echt verschillend. Ik weet dat je een soort van carnavalsvakantie hebt, dus... Het lijkt me sterk dat je geen carnavalsvakantie nou in één keer meer zou hebben. Oké, jullie hadden vorige week vakantie. Oké. Dus Zuid-Holland die heeft dan nu vakantie. I'm getting too old for this. Welkom terug. I'm really getting too old for this. Oh, nog 10%. Maar ik zou toch zweren dat je ook een soort van carnavalsvakantie had, hoor?
kan me natuurlijk gruwelijk vergissen. Mijn excuses natuurlijk als ik mijn eigen daarin gruwelijk vergis. Even wat acid mushrooms. Dankjewel. Ik weet niet meer precies hoeveel dat je nodig had voor een batterij, maar... Wat is de message? Signal location uploaded to PDA. Dit is alleen maar een signal. Lifepod 12. 250 meter sunk to the ocean bed. Oké, okay, nou ja, dat is in ieder geval nog eentje die we dus nog niet hebben gehad. Dat zijn de blueprints. Even kijken hoor, want we hebben dus Signal 3. Nou ja, die hebben we inderdaad al gehad, dus die hebben we uitgezet. Maar Lifepod 3, of 12 zijn we nog niet geweest. Plus we hebben ook nog de habitat van de dier, dus daar moeten we ook nog naartoe. Volgens mij is carnavalsvakantie iets typisch Brabants en Limburg. Zuid-Nederland heeft nu in elk geval een vakantie. En ik dacht midden ook, maar dat weet ik dus niet zeker. Ja, ik weet niet, dat was vroeger zo toen ik nog op school zat. Dus ik weet niet of het vandaag de dag nog steeds is dat je een carnavalsvakantie hebt. Zover ik weet is carnaval tot het begint eind deze week volgens mij donderdag, vrijdag en gaat door tot en met dinsdag. Dus... Carnavalsvakantie, wat hebben kinderen te zoeken bij dat domme zuipfestival? Ja, het probleem is, het begon inderdaad als gewoon van mensen die konden zich lekker verkleden. Werd leuke muziek gespeeld, gewoon normale muziek, weet je wel. Het was... Tiatma surft gezellig mee, dankjewel Super Mario Player. Tiatma, welkom bij de surf... surfgroep. Gezellig. In ieder geval, carnaval was vroeger was dat inderdaad gezellige optochten, weet ik het allemaal nog meer. Tegenwoordig, zover ik het ook heb, is het veel te luide muziek, wat alleen maar een soort van hardcore festival is op de meeste dingen. Er wordt gigantisch veel bier gedronken en alcohol gedronken, waardoor dat je alleen maar dronken mensen op straat hebt, wat gewoon super vervelend is. En wat ik het allerergste nog eens een keertje vind, is hun verkleden zich dan als karakters waar kinderen eigenlijk dus, zeg maar, vrolijk van worden, weet je wel, bijvoorbeeld... My Little Pony, Pokémon zit ertussen, Dragon Ball Z zit er... Het is eigenlijk cosplay, maar dan... Ja, nee, het is eigenlijk een belediging naar cosplay. Laat ik het zo zeggen, dat is een betere benaming. Het is een belediging naar cosplay, houd daar maar op. Het is echt gewoon een gigantische belediging naar cosplay. Eens eventjes kijken. Oh, we hebben hier ook nog een batterij in zitten, die leeg is. Nice. Dus dat scheelt weer een batterij te maken. We kunnen siliconenrubber kunnen we dan meenemen. En laten we alle zaadjes meenemen. Heel belangrijk. Deze twee kunnen we ook meenemen. Met kitjes zijn eigenlijk... Ja, wacht eventjes, wacht eventjes, wacht eventjes, wacht eventjes. Ho, terug. Ik heb voedsel nodig, dus we kunnen heel eventjes onze boomerang kunnen we eventjes... Zoals deze muziek. Fijn dat je de muziek in ieder geval leuk vindt. Nou, ik herinner me nog wel, en volgens mij is dat ondertussen alweer 2 jaar geleden. Dat was toen met een con, die bestaat helaas niet meer. Dat vind ik wel jammer, want het was wel een hele gezellige con. Brandblus meenemen. Ja, we kunnen nog... Het is jammer dat je deze dingen niet kent, die constructen. In plaats van het vieren van de karakters waar ze naar verkleden, is het ruïneren door niet in een karakter en als een idioot te kunnen gaan. Daar komt het praktisch op neer. 2 jaar geleden, volgens mij was het Tsunecon waar ik over wou praten. Ben ik dus naar Tsunecon toegegaan. En ik hoop dat jij nog je rit terug kan overleven trouwens. Ik zou daar heel erg op prijs stellen als we gewoon vrolijk nog naar de Bulbwaste kunnen varen. Maar ik was naar Tsunecon, ondertussen dat we daar naartoe varen is op zich wel een goed voorbeeld. Tsunecon werd gehouden in Rotterdam. Rotterdam viert absoluut geen carnaval, maar dat was toen de tijd tijdens de carnavalsperiode. En nou, ik ga heel erg vaak naar conventies als Pokémon trainer. Trainer Steven. Maar toen de tijd was ik nog Mario. Toen was ik nog altijd met Mario snor, weet ik het allemaal nogal meer. En ik kom dus vanuit Rotterdam, ga ik naar het station toe met de trein, weet ik het allemaal nogal meer. Vanuit Rotterdam ging je dan naar Utrecht. Nou, dan was het ook nog gewoon normaal, want dan vieren ze geen carnaval. En
vanuit Utrecht ging ik dus naar Brabant toe. En ik kom dus het station in Brabant binnen. De vloer echt, nou, bezaaid met plastic bekertjes waar dus bier in heeft gezeten, noem het maar op. Rot muziek van alle kanten, echt serieus. Het enige wat je hoorde was... En dan mensen die dus met bier, weet je wel, helemaal ladder zat door dat station heen aan het zigzaggen zijn. En dus overal bier overheen zitten te morselen. Nou, die komen mij tegen... Je verstaat er geen zak van. Echt serieus. Ik had echt zoiets van, mag ik alsjeblieft terug naar Rotterdam? Ik schaamde me kapot. Ik schaamde me echt helemaal kapot gewoon. Zo erg dat was. Nou, ik heb mijn Mario kostuum nog steeds, maar ik vind Pokémon trainen gewoon veel leuker. Al ben ik ook bezig met een Grunkle Stan outfit, die nog steeds niet af is, maar het lijkt me wel leuk om die te kunnen maken. Oké, we hebben nog 5% of 6% op het moment. We halen dit goed. Maar we hebben een brandblusser, dat vind ik het belangrijkste. We hebben de zaadjes meegenomen. Passing 100 meters. Gladys, sir, niet. Ik heb hier mijn eigen basis. Welcome aboard, Captain. Dankjewel. Maar ja, daarom heb ik dus... Sinds dat moment ben ik niet meer zo'n fan. Even kijken. Hier kunnen we dus al mooi onze... marble plantjes neergooien. Dan gaat dat dadelijk voor voedsel zorgen. En hier kunnen we dus deze implanten. En dan krijgen we dus hier dadelijk een lantern tree. Waardoor dat we dus geen voedselproblemen meer hebben. En kunnen we hier iets in... Oh, wacht eventjes. Moest je die niet gewoon slaan? Tot je daar dan... Ik vreet er een op. Jak. Volgens mij moest je die buiten planten. Ja. Oh ja, maakt niet uit. Enfin, in ieder geval. Volgens mij heb ik je nog nooit in je Pokémon trainer pak kostuum gezien. Volgens mij kom je gewoon naar weinig conventies. Want echt serieus, ik heb die outfit al bijna 3 jaar. Op het moment dat ik stop in Marokko is namelijk dat ik begonnen ben als Pokémon trainer. Heel erg toepasselijk, dankzij Eevee. Is geen grapje, dat is nog altijd een van mijn favoriete verhalen om te vertellen als het dus inderdaad zover is. En waarschijnlijk gaan we dat verhaal dadelijk nog een keer vertellen. Goed, even kijken. We hebben de waterflesjes hebben we nodig. Eevee Lover, jij had water. Ik heb al het water nodig. We hebben 1 fire... Hoeveel kost het om 1 extra te maken? Volgens mij kostte dat alleen maar een beetje titanium. Vraag me niet hoe dat die logica werkt, maar volgens mij kostte dat alleen maar een beetje titanium. Even kijken, fire... Waar sta je? Is dat fire extinguisher, is dat repair tool, pathfinder tool, een air bladder, flare, habitat builder. No, it's not over there. Ah, hier. Yup, alleen met titanium. Vraag me niet hoe het werkt. Wat ook eigenlijk wel handig is, is een zaklamp. Maar we hebben deze even net gevuld. Wat ik heel even ga doen, is... Ja, we hebben een soort van zaklamp, maar ik denk dat we deze niet echt nodig hebben in... Hoeveel kost het om een zaklamp te bouwen? Ik hou van verhaaltjes. Ik kom zeker nog even met een verhaaltje dadelijk hoor. Maar ik wil heel even kijken hoeveel kost het om een zaklamp te maken. Voor een zaklamp hebben wij nodig... Waar staat die? Pathfinder tool? Ah, hier. Een batterij en glas. Nou, dat is heel erg makkelijk. Ik had toch een lege batterij bij me? Batterij. Ja, lege batterij. Nice. Ik wil jou gewoon nog even nou niet gebruiken, dank je. Dus het enige wat we nodig hebben is glas. Nou, voor de quartz, daar hebben we JB'tje. JB'tje, geef me je quartz, dan ben je weer leeg. Star Crazy. Titan. Batterij. Even kijken, kunnen we dus nu glas maken. En dan met tools. De flashlight. Nice. Oké. Okay. Hebben we dat in ieder geval gemaakt. Flareon, aangezien dat we nog steeds geen robijnen hebben... ga ik jou gewoon heel eventjes vragen om de Seaglide even bij te houden. En we hebben genoeg materialen om nu eventjes 2 batterijen te maken. Wat is wijsheid? Een lasercutter hebben we bij ons met 100% al. Repair tool die heeft 100%. Propulsion cannon die heeft 100%. Die heeft 100%, ja...
Dan hebben we gewoon helaas dus niet tot we iets speciaals kunnen maken, noem maar op. Maar een volle... Heb ik het rubber trouwens? Hebben we rubber? Ja, oké. Okay. Mooi. Dan gaan we gewoon even twee batterijen maken. Batterij 1. Schuldiging. Steve, ik geef jou geen krediet. Misschien ben je later een beetje rijker. Welke opleiding heb je eigenlijk gedaan of ga ik nu erg ver in je privéleven? Nou, je bent in ieder geval heel erg netjes daarin, hoor. Ik bedoel, zoals je het vraagt, vind ik het absoluut niet erg dat je het vraagt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb een opleiding gedaan op mbo-niveau. Dus ik ben speciaal voor een bepaald vak gaan leren. En dat vak, dat voer ik vandaag de dag nog steeds uit. En ja, ben ik eigenlijk best wel blij dat ik dat vak nog steeds doe vandaag de dag. Oké, wat heel erg belangrijk is, ik wil heel even snel zout vinden. Dus, hi. Ga weg. Dus even kijken. Gooi je deze dingen gewoon de hele tijd terug? Goud. Lood. Lampenoil. Wil je dat? Kan je krijgen, mijn vriend? Oh, zout. Mooi. Het is nou wel heel erg belangrijk om onze oxygen in de gaten te houden. Want we gebruiken nu meer zuurstof dan normaal omdat we zo diep zitten. En we hebben onze rebreather op het moment niet bij ons. Nog meer lood. Dat is mooi, want kunnen we meer platformpjes maken. Kunnen we een beetje uitbreiden. Waar is mijn... Daar is de beacon. Oké, goed zo. Even kijken. Zie ik nog wat zout liggen? Ik heb nou natuurlijk niet mijn dingetje bij me, waardoor dat we dus sneller kunnen zwemmen. Volgens mij is dat een creature egg. Daar hebben we weinig aan. Ja, dat is een creature egg. Oké, geef het zout. Goed, oud, gezond zout. Daar hebben we nog meer van die gelballetjes waar we nou niks aan hebben op het moment. Oké. Wat vind ik van Ark? Wat? Wat is Ark? Sorry. Ken je Ark niet? Nee. Sorry. Ark Survival. Ja, ik ken het niet. Sorry. Het spijt me. I try. Ah ja, volgens mij komen we ook nog genoeg voedsel eigenlijk bij. We zijn er zoveel aan het uitstellen. Hebben jullie het door dat ik gewoon bang ben om er naartoe te gaan? Waarom ben je bang om er naartoe te gaan? Ik heb redenen. Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel van, het is fijn dat je uitlegt wat voor game dat het inderdaad is. Ark is een survivalspel in de prehistorie met dino's. Lijkt een beetje op Subnautica, maar dan boven de grond en dus miljoenen jaren geleden. Oké, maar wat ik dus eigenlijk bedoel te zeggen, op het moment dat je dus vraagt van wat ik van een bepaalde game vind, en ik ken de game niet, ja, dan kan ik er natuurlijk dus geen mening over hebben, want ik ken de game niet. Oké, Eevee Lover, jij had het water allemaal bij je. Ik heb nu meer dan genoeg flessen drinken bij. Voedsel staat op 78%. Ik wil het water in ieder geval goed hebben. We gaan nog één keertje heel eventjes langs om te kijken of we nog even wat vissen kunnen vangen. Zodat onze voedselmeter ook op maximaal is. We vervangen heel eventjes onze powerbatterij van onze... Hi. Weet je wat leuk zou zijn? Als jij je lampen aan zou zetten. Oké, powercell. Hoppakee. Ik was ooit geïnteresseerd toen ik hoorde hoe slecht het werkte en dat de server vol trolls en hackers zitten. Ja, dat verpest het helemaal. Echt serieus, trolls en hackers zouden ze echt... Bah. Even kijken, Tiat Maria ging voor de gold. Hebben we gold? Ja, we hebben gold. Yay! Koetsmax, jij ging voor het zilver. We hebben weer wat zilver erbij. Mario, onze loodgieter. Stevie Man. Koper. Jasper. Titanium. Allereerst... Zal ik de titanium. En alles wat we verder niet nodig hebben, dat gaat natuurlijk eventjes naar onze fluff. Coral tube. Ik neem 2 flessen water mee, zal genoeg zijn. Gelsack hebben we niet nodig. Health kit lijkt me wel zo verstandig om mee te nemen. Goed. Even snel op jacht vervoer. Hallo, pieper. Je ziet er nogal een beetje dood uit.
Ik weet niet wat je bent, maar je bent hartstikke doerd. Hoi! New creature discovered. Reginald! Reginald, je bent nou mijn voer. Hoi, waar ben jij? Jullie zijn een soort van piranha's, dat is niet echt prettig. Natuurlijk willen we ook nog een piepie als ontbijt. Kom hier, piepie. Dank je. Oké, ik denk dat we wel genoeg hebben nu. Ja, goed, Max. Daar ben ik me mentaal en geestelijk heel erg hard op aan het voorbereiden op de Mario Maker. Oh boy. Ik zit er niet echt met smacht op te wachten, mag je wel weten. Wat komt eraan? Nou. Oh, we kunnen gewoon een Reginald koken. Nou, Reginald. Voedsel. Oké, nou. We hebben in ieder geval iets van voedsel, dus... Voedsel, voedsel. Ja, natuurlijk, voor jullie is het hartstikke leuk. Maar ik mag dadelijk al die Gabodo-levels weer gaan spelen. Hebben jullie daar al over nagedacht? Oké, eventjes hem ook even gelijk in de hotbar gooien. Laser cutter, repair tool. Ik denk dat we er wel klaar voor zijn. What do you mean, welkom terug to soup? Oké, zal even kijken. Waar kunnen wij het schip vinden? We hebben de batterij vervangen. Het is hier 20 graden. Welkom bij het weer. Met Stevie. Oké, we moeten die kant op. Het is een bepaalde open world. Je hebt zeg maar een gebied van... Ik geloof 3 of 2,5 bij 2,5 kilometer waarin dat je kan exploren. Voor de rest zit er gewoon niks. Oh boy. Ik hoor geluidjes die ik niet wil horen. Oké, ik vind dit niet leuk. Oké, we zijn er. Oh! Nee! 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 Nee. Aurora's radioactive fallout nee. Will have devastating effects on the alien nee. Ecosystem if not contained within the next 24 hours. Laat u me maar rust. Oké. Goed. Dat was groot. Ik hou van deze... Even wachten. Ik hou van deze stream en vorige week was in Carnaval Festival met Tiat, maar dat was zo grappig. Ah, dat is mooi dat je dat heel erg grappig vond. Daar ben ik blij om te horen. Oh, nee, spinnetje. Weet je wat we doen met jou? Kom eens hier. Kom eens hier. Ga weg. Geldt ook voor jou. Kom hier. En ga weg. Dat dacht ik ook. Au. Wat zei ik nou? Kom hier en ga met die grote vis spelen. In die stenalen is dit ding gebruikt best wel veel batterij. Misschien had ik eigenlijk een extra batterij mee moeten nemen. Nou ja, misschien kan ik ook gewoon zo doen. Zonder die schot eraf te vuren. Kijk, zie je nou wel? Je hebt dus wel eerst een brandblusser nodig. Goed, Max. Oké, goed. Blussen. Kijk, die fuel gaat best wel snel, hoor. Oké, volgens mij hebben we deze helemaal. Ja, deze hebben we helemaal. Goed. Nee. Niet herbranden. Oké, we hebben een laserkatter hebben bij ons. Goed, eens even kijken. Wat zit hierin? Een batterij. Daar zijn we blij mee. We hebben een extra batterij bij ons. Oké. Deze deur open.
Volgens mij moeten we hier naar binnen. Oh, hier. Oh, daar hebben we een password voor nodig. Oké. Okay. Laser cutter. Oh, dat is de repair gun. Waarom heb ik de repair gun überhaupt meegenomen? Daar gaat nergens over. Ja, kom op. Carnaval Festival. Ik vind het wel jammer dat ze die helemaal nou geremaked hebben. Oké, hallo? Hallo? Kan ik hier zuurstof happen? Ik kan hier zuurstof happen. Mooi. Integrating new PDA data. Cool, we hebben de black box data. Oké. Hallo? Oh boy. Oh boy, nee. Oh boy, oké. Okay. Gewoon kalm, gewoon kalm. Gewoon tussen de pijpjes door. Gewoon rustig hier, niks aan het handje. Je hebt zoveel zuurstof, joh. Relax. Je kunt hier gewoon weer zuurstof happen, dus stel je niet aan. Wees niet bang. Kalmeer. Ontspan. Scan dat ding daarboven, dat is heel belangrijk. Oké, waar is mijn scanner? Waar is mijn scanner daar? Oké. We hebben er 4 van nodig. Oh, het staat heel erg veel in de fik. Auw, dat doet pijn. Normaal gesproken moet je dit soort branden ook eigenlijk niet proberen te blussen met alleen maar een brandblusser. Daar is deze brand veel te groot voor. Wees veilig en wees slim. Oké, dat is 2. Wat is dat? Ook een prawn suit. Nice. Dat is al 3. En daarachter zie ik toevallig al 4. Al ben ik bang tot onze... misschien kunnen we erbij komen. Oké, nee, we moeten het blussen. Maar aan de andere kant, kunnen we hier niet naar boven toe? Nee, niet aan deze kant, wel aan de andere kant denk ik. Daar hebben we geblust. Oh, dan moeten we dit eventjes aan de kant werpen. Oké. Proposal cannon, die kan eruit. Oké, dan hebben we nou dus niet meer de repair gun. Dan hebben we nu echt alles wat we nodig hebben. Oké, laten we dit eens heel even opruimen. Niet te dicht op het vuur staan tijdens het blussen. Nou, het grappige is... ik heb pas geleden nog weer een her-BHV-cursus gedaan. En ja, ik ken dat ondertussen wel. Ik heb dat een beetje te veel gedaan. Maar... wat heel belangrijk is en wat dus echt heel vaak ook aangeraden wordt. Een brandblusser, zoals dat we hem hier nu in deze game kunnen brandblussen. Zo werkt een echte brandblusser niet. Een echte brandblusser kun je misschien net hooguit 30 seconden mee blussen en hij is leeg. Dus op het moment... Luister hier echt heel goed naar. Op het moment dat je dus een klein brandje hebt... Laten we zeggen echt alleen maar dit kleine stukje. Ga gerust je gang en blus die brand. 100%. Nee Mario, met schuim is het niet effectiever. Ligt eraan wat voor brand dat je natuurlijk hebt. Kunnen we hem nou scannen? Ik vind van wel. Nice. Het belangrijkste met als je brand wil gaan blussen is van wat voor brand is het. En ja... Wat voor materialen wil je gebruiken? De meeste brandblussers die we vandaag de dag gebruiken... zijn daadwerkelijk, zoals dat Mario eigenlijk terecht zei... schuimblussers. Schuimblussers die zijn gewoon supergoed... in verband met... je kunt ze voor heel veel verschillende branden kun je ze gewoon gebruiken. De
blusser die wij nu gebruiken. Het is jammer dat je hem niet echt neer kan zetten, maar ik denk dat dit een CO2-blusser is. Een CO2-blusser, dat is dus dat je dus de zuurstof ontneemt. En de ontbrandingstemperatuur, want CO2-blussers die zijn nog eens een keertje heel erg koud. Kunnen effectief zijn. Ik wil die vending machine. Oké, we hebben nog maar 21%. Ik denk niet dat ik hiermee deze brander zou kunnen blussen. Ik kan proberen dit te blussen. Mooi. Ik weet dat we hier ook nog brandblussers zelf zouden kunnen vinden. Dat is weer een extra lock door. Daar kunnen we nog niks bij. Hoeveel procent hebben we nog? 7. Kan ik daarmee dit brandje nog blussen? En hij is leeg. Nou, het brandje is wel geblust. Wat hebben we hier? First aid kit. Nice. Captain, daar hebben we nog een extra ding voor nodig. Deze is locked. We hebben namelijk nog geen code, dus dat is wel een nadeel. Schuim dekt het zuurstof af, waardoor het vuur geen zuurstof meer krijgt en kan dus niet blijven branden. Precies. De mooie no. Wat een leerzame stream is dit toch in één keer. Laten we dit ook even scannen. Waar is mijn scanner? Waar is mijn scanner? De middelste Stevie, dat weet je toch ondertussen wel? Yeah. Single bed? Ik wil dwars liggen. Oeh, open store. Zit er iets in? Het grappige is, je kan dit meenemen. Maar ja, het neemt 9 blokjes in. Dus waarom zou je het meenemen? Even kijken, dat zijn gewoon de lockers. Zit hier nog iets in dan? Nee, die is empty. Oh, wall shelves. We kunnen een poster meenemen. Alleen dit is niet de poster die ik wil. Ik wil een andere poster. Daar heb ik toen ook een hele mooie fanart van gekregen toen de tijd. Dat was toen ook toen we dit spel speelden. Echt een hele mooie fanart. Dus we moeten deze kamer zeker onthouden. Want ik wil hier echt nog sneller en vaker naartoe. Nee, als je ooit vlam in de pan krijgt, blus het niet met water. Maar leg een deksel op de pan. Of zoals Mario zei, nou, een doek is inderdaad wel iets wat het meest aangeraden wordt. Maar het allerliefste altijd nog eens een keer gewoon een vuurdeken is eigenlijk het beste wat je zou kunnen gebruiken. Goed, we hebben in ieder geval heel erg veel vuur daar. En ja, jammer genoeg hebben we dus een fles water hier nog. Lekker meenemen, extra graas water. Ik serieus, onze inventory zit helemaal vol met water en voedsel. Oh, ik wil dat. Geef het. Is er nog meer hier? Kan ik hier op springen? The more you learn. We zijn hier eigenlijk om dus de radiatielek te dichten. En die codes, ja, die willen we dan ook eigenlijk wel leren. Daar niet van. Maar we kunnen daar nog in. Dus laten we daar eens even gaan kijken wat we daar kunnen vinden. Tot het hier aan het fikken is, dat boeit me heel weinig. Even kijken. We hebben onze reparatiegun hebben we ook bij ons namelijk. Wat? Hebben we nog maar 1% hier? Nee. Hebben we hier nog 1 fuel op. Oh, de controls hier soms zijn zo wonky. Oké. Nou, aangezien dat we die brandblusser niet meer kunnen gebruiken, kunnen we hem net zo goed droppen hier eigenlijk. Repair tool. Kom maar. Die brandblusser is zo sterk dat hij ons gewoon wegduwt. Ik kijk een beetje anime soms. Oh, fijn. Nog meer fik. Is dat een brandblusser daar ergens? Ik bedoel, ik wil er zeker wel... Oh, wacht eventjes. Daar is geen deur waar we doorheen zouden kunnen. Ligt daar iets? Oh, geen idee. Wat hebben we hier? Nog een batterij. Nice. Oké, we hebben hier heel erg veel zooi. Het belangrijkste is dat ik kalm blijf. Oh, ik kan hier echt niet tegen, jongens. Voor de mensen die mij goed kennen, die weten dat ik hier niet tegen kan. Nog een batterij. Oh, daar ligt een PDA. Integrating new PDA data. Daar hebben we de laserkatten voor nodig. Nou, die hebben we. Integrating new PDA data. Wolf, ik weet dat je er nog bent. En ik vind je een hele awesome gozer.
Maar please niet nu. Mocht je het van plan zijn, please niet nu. Bespaar mij. Kijk wel eens af en toe een beetje dringbaar zie je eigenlijk als anime dus. Oké, nou laten we eens heel even kijken of we deze deur open kunnen krijgen. Welkom terug, Eevee Lover. Ik bedoel, echt serieus, we hebben ook nog de leuke Eevee Dance. Die zou ik ook leuk vinden. Je hebt weinig anime gezien, maar wel een paar. Noem jou geen anime-kijker, dan weet ik zeker dat er meer series zouden zijn die ik geweldig zou vinden. Stel een stille hint, wij moeten gewoon veel anime gaan kijken, Stevie. Serieus, man. Oh, waar is mijn mes? Waar is mijn mes? Ga weg. Ik haat die beesten. One Punch Man vond ik inderdaad heel erg grappig. Het was zo droog en zo fout. Oh, er zit er hier meer, hè. Die beesten die kunnen heel erg snel onze run eindigen. En dan bedoel ik echt heel erg snel. Dus voor mij zat hier beneden nog iets anders. Of... zat hier nog iets? Nee? Kunnen we daar naar boven toe dan? Oh ja, we hebben hier sowieso nog de Seamat Bay. Wacht eventjes, maar de Seamat die hebben we toch al? Brengt dit ons weer terug naar de Seamat dan ofzo? Maar ik wil eventjes weer de repair tool, want we hebben te veel equipment bij ons. Misschien even iets dichterbij staan, dan werkt het beter. Ik weet niet hoe dat deze gun precies werkt, maar hij werkt. Oké, eens even kijken, wat hebben we hier? Hebben we hier een brandblusser? Ik zou een extra gratis brandblusser niet erg vinden. Nou, weer een PDA. En wat gratis titanium, denk ik. Ik bedoel serieus, waarom ook niet? Laten we het maar meenemen. Dus zeg maar, als je de Seamat parts niet zou kunnen vinden, dan is het dus heel erg fijn om die gewoon dan hier te maken. Ah, hallo. All by the Altera. Ik vind het zo jammer dat ik... wacht. Seamat Death Module MK1? Gratis en voor niks? Voor mij? Oh, wat lief! Welkom terug, Flareon Games! En Season 2 gaat binnenkort staan. Dat is wel helemaal awesome. Oké, nou laat ik heel eventjes wat drinken. Even kijken, want dit zijn de kleine flesjes water. Zo. Die nutrition blocks trouwens, die zijn echt heel erg goed. Oké, we moeten naar de drive room. Dat is 100% zeker, maar volgens mij is dat geblokkeerd. Ja. The drive core shielding sustained internal damage during collision. Do not attempt repair without appropriate qualifications. Ik loop gewoon door het vuur heen, hoor. Houd mij niet tegen. Daar hebben we medkitjes voor. Oké, zal even kijken. Wij hebben dus nu onze repair gun nodig. En we moeten dus hier... dit soort dingetjes moeten we dus allemaal proberen zo snel mogelijk te fixen. Containment breach repaired. Further breaches detected. Dit nou eens allemaal fixen. Dan hoeven we de radiation helm niet meer op te doen. Maar er zit hier ook gevaar. Dus ik ga heel even met mijn mesje zwemmen. Hallo. Sterf. Ik weet dat er meer zitten.
Ik zie je wel even. Kom hier. Maak je hartstikke dood. Jou ook. Stomme bloedzuigers. Oké, ben ik veilig? Nee, daar zit er ook nog één. Kom hier. Kom hier. Zijn jullie dood? Jij niet. Nee, niks ervan. Sterf. Ben je nou allemaal hier dood? Ik ga gewoon proberen nou te repareren. Containment breach repaired. Nou, ik kijk de meeste series toch wel een beetje op internet, aangezien dat zelf niet echt tv ontvang op het moment. Hoi, kun je heel even? Dank je. Containment breach repaired. Further breaches detected. We moeten wel repareren hier hoor. Breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Hey, irritante Gladdenstem. Kun je ook even kussen en een keer je kopje dicht houden misschien? Over anime, Star Crazy. Wat wij hier nou aan het doen zijn in het spel, dat is, we zijn nou, zeg maar waar dat de nucleaire radiation vandaan komt. Daar zijn we nou aan het fixen, waardoor dat we dadelijk niet meer een radiation suit nodig zouden moeten hebben. Oké, de laatste. Nou, ik heb Yu-Gi-Oh! Heb ik gezien, Pokémon heb ik gezien. Mooi. Dat is in ieder geval gefixt. Nee, maar ik heb die twee heb ik dus inderdaad gezien. Pokémon Dragon Ball Z. Yu-Gi-Oh! Ja, Avatar is niet echt anime, maar dan ook weer misschien een heel klein beetje wel. Er is een debate over, dus ene zeggen van wel, andere zeggen weer van niet. Dus ja, ik weet niet of het onder anime valt, maar ik vond het een geweldige serie. Dus zeker heel erg gaaf om te zien. Het grootste probleem wat ik namelijk met anime heb is van... wat eigenlijk denk ik wel de meesten een beetje hebben. Ik kan het niet verstaan. En ik kan er ook absoluut geen emotie bij voelen. Hallo, fire extinguisher. Oké, hebben we trouwens een beetje... Want we hebben dus heel veel operation gevonden. Dit is alien data, de scan, dat is de purple tablet. Leuk. Codes en clues, wat is dit? Even kijken. You're telling me you've been on this rig more than a year and you never took a ride on the outside. Well, now you can. You've only gone and gotten yourself a friend with the keys of a giant freaking robot suit. We have planned, got nothing to do till we got servers on the great you will and somewhere. Come by cabin number 1, codes 1869. Dat is wel handig om te weten. De Gashi survivors. Mission brief, mission details. Hey, vuurengeltje! Ja, maar ik kan geen emoties in het Japan. Sorry. Dat komt omdat ik te weinig anime heb gezien waarschijnlijk. Even kijken. Blueprints hebben natuurlijk heel erg veel nieuwe zooi over. Aurora Black Box data. Bla 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 bla. Wat is dit? VR suit lock. Player 1 has washed away with the... Er staat ook geen codes in. Dat hebben we gewoon gescand. Oké, duidelijk. Dus we hebben dus een soort van... sweet offer. We hebben dus bij de cabin number 1 code... 1897. Oké, dus we hebben wel een code. En we kunnen hier veilig weg, want we hebben een brandblusser gevonden. Jee, brandblusser! En de radiation die is nu weg, dus we kunnen deze helm, die kunnen we dus eigenlijk een beetje weggooien. Oké, nou. We hoeven hier niet meer terug te komen, dus... Oh, boy. Ik kan niet alles blussen.
Ik bedoel, serieus, we hebben nog meer dadelijk bij die andere ruimtes wat we willen blussen, dus... Oké, daar zijn we al geweest. Daar zijn we eigenlijk doorheen gekomen. Maar ik wil even weten, kunnen wij hier naar boven lopen? Ja, dat kan. Nice. Ligt er ook iets boeiends in? Hallo? Uncle Frank? Bob? Buzz? Hallo? We hebben hier water! Oeh, waar is dat? Waar is mijn scanner? Cyclops! Oh. Cyclops engine! Oeh, I like. Oh, als we daar nou alles van kunnen scannen. Dat zou gaaf zijn. Wat is dat? Flatlight? Oh, die zijn ook handig. New blueprint acquired. New blueprint is awkward. Daar iets in wat ik kan scannen. Dat vind ik me te werk, dus ik ga er niet naar kijken. Oh, nog een Cyclops. Oeh. Er is al twee. Nice. Voedsel, nice. Nou, het punt is, ik wil eigenlijk dus niet mijn fuel te veel gaan misbruiken van de fire extinguishers die we hebben. Aangezien, we kunnen namelijk dan daar de kamer bijvoorbeeld even vrijmaken. Dus, op zich is het niet echt handig om alles proberen te blussen, want dat heeft weinig nut. Al moet ik zeggen, tot ze wel enorm falen qua safety measures in zo'n gigantisch groot schip. Jij bent dicht, hè? Ja, je hebt ook geen code voor, oké. Okay. Ik kijk het altijd als het kan in Japans met Engelse ondertiteling. Duidelijk. Huh? Het probleem is van, dan ben ik meer eigenlijk een verhaal aan het lezen als echt te kijken hoe en wat. Dus even kijken, zit hier dan ook nog een... Oeh, het is wel heel erg fel. Ik zie echt niet iets wat ik daar zou kunnen... Oh, kijk, hier is... Integrating new PDA data. Waar is dat? Bulbo tree, land. Nee. Wat hebben we nou gevonden dan? Blueprints? Aurora Survivors? Ja, daar geloof ik 100% nu mee. Ik heb geen idee wat trouwens die memo was die we hebben opgepakt. Hey. Oh, vonkjes. Niet goed. Geen geld teruggarantie. Oké, okay, nou laten we heel eventjes zo'n nutrition block even eten. En ja, filtered water vinden we hier gelukkig genoeg, dus dat is het probleem niet. En oh, ik zie weer zo'n stom beest. Ga weg. Ga weg. Ik sla je. Ik sla je. Ik sla je helemaal kapoetjes. Oké, okay, laten we heel eventjes teruggaan weer naar die main kamer waarin dat zoveel stuff lag. Weet wel, waar alles een beetje in brand stond. Hi. Kijk, want nu hebben we dus onze brandblusser. En dan kunnen we dus daar... Zit daar een deur achter? Nee, er zit geen deur achter. Even kijken. Wacht, zijn we nou weer terug hier? Oké. Okay. Fine, I guess. Hier doorheen, hè. Want ik wil die PDA hebben. Blussen! Oh.
Jeetje joh. Oh. Nou is genoeg. Mooi. Keep calm poster. I want it. I want the keep calm kitty poster. Al is de keep calm Eevee poster natuurlijk 1000 keer beter. Ik heb hem daar toevallig daarachter aan de muur hangen. Dus ja, ik denk dat ik hem hier nog wel ergens eventjes heb leren dat ik er snel bij kan. Geef me even een seconde. Ik zal hem heel even proberen bij te pakken. Even kijken, want volgens mij is dit het logo van René Cards. Ja, René Cards! Maar ik wil heel eventjes daarvoor eventjes een andere foto pakken. Dus ik pak heel eventjes even. Ik geef me even een seconde. Eens even kijken. Even kijken, dat is mijn logo. Ik weet toch zeker dat ik hem ergens hier tussen had zitten. Fanart misschien? Nee, daar staat hij ook niet tussen. Nou ja, dan hoef ik alleen maar dit te doen. Ja, ik heb hem al gevonden. Oké. Even wat groter maken. Zo. Die heeft Anton voor mij. Ik vind het wel grappig hoe dat er dus ook eigenlijk... Ik moet eigenlijk die kant op kijken. Ik vind het ook wel grappig hoe dat er dus eigenlijk ook een Magikarp bij zit. En daar dan echt zo bij heeft van I like it here. Ik vind deze echt heel erg leuk gelukt. Om precies te zijn. Dus. Nogmaals dank daarvoor. No! Nou. I like it here. Maar goed, die wou ik jullie dus zeker laten zien. En ik ben echt heel blij dat we die gevonden hebben. En we hebben hier weer een PDA. Nice. Zo, weer even gelanceerd, man. Misschien is het wel ook eventjes handig om even een medkitje te gebruiken. Want ik wil wel mijn HP eigenlijk een beetje volhouden. En we hebben hier nog een extra fire extinguisher. Wat ook wel heel erg handig is. En misschien kunnen we hier nog wel het een en ander even scannen. Zoals deze counter. Ik vind echt elke keer alsof dat ze dat zegt, is het echt nieuw blueprint. Awkward! Het is echt raar hoe dat ze dat zegt. Ze heeft het echt met zo'n dialect, zo'n accentje, weet je wel. Zo'n accent. Oké, zal even kijken, want daarboven er brandt ook nog iets. Ik weet niet of dat daar in die kamer of daar nog iets nuttigs zou zitten. Ik denk het niet. Maar ja, er was dus die room. Storage room 001 of zoiets. Is dat deze? Dan 1869 was het. Hey. Hallo? Sorry, JB. Data downloads. Integrating new PDA data. Oké, okay, duidelijk. Waar is dit? A blue cap. Heerlijk, neem maar mee. Waarom ook niet? Nog meer water. Nog meer water. En een soort... Arcade core dingy, weet ik het. Wall shelves. Nee. Wacht even, is een carry-on? Wacht even, dus ik kan hier stof instoppen? Nou ja, zoveel. Nou, ik wil wel wat water zelf houden, natuurlijk. Kan ik, als ik dit er dan zo instop? Oh, bag is not empty. Je kunt hem alleen maar, dat is jammer. Oké, okay, nou dan halen we er gewoon alles weer uit. Die. Mijn. Oké, okay, nou dan wil ik wel de medkit meenemen, als dat even mag. Dankjewel. En een extra flesje water. Dat is nooit verkeerd. En een dubbel slaapbed. Veel beter. Oh, we komen ergens, jongens. Captain's Quarters, Cabin 2. Oké, okay, eens even kijken of we daar misschien al een code voor hebben gevonden. Laten we zullen even kijken. Voice log. Nee, sorry, databank. Public documents, ah hier.
Een heleboel geleuter. Today's menu. Nog meer geleuter. Helaas. Dag die man. Jee, ik mag de hallo van Dovensmit van JB'tje gebruiken. Jee. Daar ben ik blij om. Nou, dan mag jij de daar ben ik weer gebruiken. Oh, wat slecht. Volgens mij hadden we weer alles gepakt, ja. Dan kunnen we heel eventjes gaan kijken wat er hier nog verder is. Want deze kamer die staat ook behoorlijk in de hands. Hey. Denk erom, hè. Loop je gewoon naar binnen. Al denk ik niet dat daar nog iets zit, maar... Oeh, medkitje. Nice. Oh, weer een... Is dat een PDA of een comic book? Oh, dat is gewoon een Altaria. Nou ja, in ieder geval missie geslaagd so far. We vinden echt heel veel water. Moet je kijken, jongens. Echt, onze inventory zit gewoon bijna vol met water en al die andere rotzooi. Hoppakee. We hebben echt batterijen ook genoeg ondertussen. Maar ik zag in die andere kamer... Nee, dat is gewoon dicht. Daar kunnen we verder niks in. Hier, mag je hebben. Oh, even kijken. Doei. Nu hier eens eventjes kijken. Ik zag hier namelijk nog een batterij liggen. En nog een batterij. Flesje water. En nog meer PDA. Integrating new PDA data. Even kijken. Charity is an artistic concept met een heleboel geleuter en weet het allemaal nog meer. En bla 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 bla. Hey, die man. Hallo. Sorry, Stevie. En mezelf die deze stream terugkijkt. Maar ik moet gaan. Stevie, man, maak je daar geen zorgen over. Ik vond het gezellig zat dat je er even bij was. Leuk dat je er ook bij was. En ik wens jou natuurlijk een hele fijne avond. En tot de volgende livestream natuurlijk weer. Gezellig dat je er was, joh. Dat is het belangrijkste. Nou, we hebben in ieder geval dus nou nog een fire extinguisher. Weet je wat? Ja, oh, nog een PDA. Nice. Integrating new PDA data. Ah, deze die heeft voice. Mooi, kan ik even wat te drinken pakken. Ben zo terug. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you, and I'm happy for all the guys in the Prawn Bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Dus! Juist! Wacht even, ik wil heel eventjes ook even maar in-game drinken. Dan klonk ik een beetje als een zeurderig steltje in mijn opinion. Heb ik nog genoeg? Ja, weet je wat, we nemen gewoon deze poster ook mee, waarom ook niet. Extra posters kan geen kwaad. Oké, maar in ieder geval, er zijn dus nog wat ruimtes die we kunnen exploren, wat ik ook zeker wil gaan doen. Dus, even kijken, daar hadden we nog een code. Ja, Captain Cordus, daar hebben we de code nog niet voor. Even kijken. Dat is onderfueled. Hier hebben we alles. Dat is die lege. Maar we hebben hier nog een poster. Die kunnen we ook gelijk meenemen. Waarom ook niet? Dan zit onze inventory behoorlijk vol. Oh ja, dat is die Cyclops Engine Efficiency Module. Dus we hebben gewoon twee
modules. En eentje, dat is dus de CMOD Depth Module. Die kunnen we dus gewoon in de CMOD al stoppen. Waardoor dat de CMOD volgens mij 100 meter dieper kan. En we hebben er dus eentje voor een Cyclops die we nog niet kunnen maken. Pardon. Maar dan ga ik weer shiny hunten. Ik heb niet echt eigenlijk een shiny waarvoor dat ik zou moeten gaan hunten. Heb je suggesties voor een shiny waarvoor dat we zouden moeten gaan hunten? Zouden we weer een keertje kunnen shiny hunten? Dat is hartstikke leuk. Moet ik zeggen dat ik Subnautica ook heel erg leuk vind om te doen. Dat is serieus. Er zit echt story in deze game. Dus daar, trashcan. Ja, dat toch al? Ja, die hebben we al. Mewtwo. Maar Mewtwo heb ik al. Mewtwo is saai en overrated. Sorry voor alle Mewtwo fans trouwens, maar dat is mijn mening erover. No hate. I'm just not a big fan of the Mewtwo. Sorry. Oké, ik weet dat onze weg naar buiten daar is, maar screw die weg. Ik ga liever hier weer doorheen om even te kijken of we hier niks vergeten zijn. Want ik weet dat er ook nog een weg naar boven is en dat je dus nog extra naar boven zou kunnen. Rattata. Een shiny Rattata zouden we inderdaad kunnen hunten, waarom ook niet? Ik bedoel, die span praktisch overal, dus waarom ook niet? Ja, dan kunnen we daar in één keer weer een andere random in één keer tegenkomen. Dit was de driver's room. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet meer te zijn. Executor! Dit was de CMOD plek. Daar hebben we ook alles netjes gescand. Hier beneden was er verder niks te vinden. Ik weet niet of hier boven nog iets verder te vinden was. Maar volgens mij zijn we hierna weer gelijk naar beneden toe gegaan. Dus. Want het ziet er nog uit dat daar boven ook nog in de kamer zit. Plus... laten we gewoon eens heel even gaan kijken. Kunnen we daar trouwens naar boven? Volgens mij kunnen we hier gewoon naar boven. Of zat die deur nou op slot? Die deur die zit op slot. Dus we kunnen hier ook niks doen. Darn it. Ik kan maar denken dat we nog hier iets hadden. Balbazar, die hebben we pas gehunt. En dankzij een vriendelijke medekijker hebben we die kunnen ruilen met de Caterpie. Dus, en ik ben eigenlijk een beetje klaar met de Viridian Forest. Shiny Gengar hebben we al die man. Op zich denk ik dat de Rattata wel leuk is. Daar zie ik weinig problemen mee. Kon ik hier nog iets kennen? Oké, we moeten de claustrofobische ruimte toch weer in. Jammer genoeg. I don't like it. Oké, let's do this. Don't like this. Oké, even kijken. Hierheen. Hier onderdoor. Tussendoor in. Gewoon kalm blijven. Dan gebeurt er niks. Ik word alleen maar een beetje geschokt, mini. Het is niet de weg naar buiten. Het probleem is, ik herinner me nog hoe dat er een glitch hierin zit. En dat is een hele vervelende glitch. Je kan hier namelijk buiten vast komen te zitten. Met de controls. En op het moment dat dat gebeurt kun je niks doen om eruit te komen. Dat is een hele gemene bug die erin zit. Oké, volgens mij was deze weg op. Yep. Ik word hier echt nerveus van, jongens. Ik kan hier echt niet tegen, gewoon. Ik vind het echt doodeng. Heb ik daar een code voor? Nee, toch? Oh, hierachter ligt gewoon een PDA.
Oh, lab access. Integrating new PDA data. Maar, wacht eventjes. Hier zijn we doorheen gekomen. Kon je daar dan niet door naar boven? Nou ja, ik weet dat we hier in ieder geval zuurstof kunnen happen. Oh nee, we zijn door die deur heen gekomen. Oké, nou. Wacht eventjes. We kunnen hier heel eventjes kijken van de... Lab access. 6483. Oké, 6483. Duidelijk. Dus we gaan hier doorheen. 6, 6, 4, 8, 3. 3, kom op. Ga open. Integrating new PDA data. New blueprint acquired. Oké. Kalm aan blijven. Data bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Microscope. Nog tijd. Oh, ik heb hier zuurstof. Ik hou van die zuurstofgaatjes. Die deur is open inderdaad. Wacht. Brengt dit ons naar buiten? Nee. Brengt dat ons naar buiten? Shiny Litleo. Ah, zuurstof. Oké, even kijken, want er is nog meer wat we natuurlijk kunnen exploren al eventjes. Dit is allemaal van dat water van... Even kijken, dat is gewoon filterd water. Oké, goed zo. Want er is... Als ik me niet vergis... Oh, nee. Ga weg. Nog een... Weg. Warning. Ship's structural integrity is low. Goh. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own risk. Dankjewel, je weet je, inderdaad. Vlot. Niks is zo leuk als die spinnen wegschieten. Ik hoor je wel, maar ik zie je nou niet. Ik ben minder enthousiast over. Ik weet dat er ook nog een weg boven was dat je naar binnen zou kunnen. Hi, kun jij ook ver weg schieten? Zoink! Jij ook, zoink! Oké, dan moeten we eventjes de batterij vervangen. Hoppakee. Zoink! Caution. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Zoveel spinnetjes hier. Eens kijken, ja, dit is dat bruggetje. Zoink. Zoink. En daar heb je nog een deur, inderdaad. Zoink. Dan heb ik tenminste even geen zorgen te maken over water. Hé, hey, weer een vuur... Een vuurblusser. Een brandblusser. Goedemorgen, Steve. Oké, okay, let's do this. Oh, mijn inventory is vol. Dan drinken we toch wat?
Geef me die batterij. Dit vuur boeit niet zo erg. Carco B3 en administratie. Aurora systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Ja, maar die hebben we alles goed is. Integrating new PDA data. Ach, die hadden we al. Jammer. Inventory die zit echt goed voor me. Kijk hoeveel batterijen dat we wel niet hebben, zeg. Dan moeten we denken dat we ze net nog een paar gemaakt hebben. Ik zei toch dat er een brandbaar... Ja, maar dat zijn spoilers! Koetsmax, je mag niet spoilen. Dat is niet netjes. Dat is niet zomaar spoileren. Niet doen, hoor. Anders word je een beetje en ik heel erg boos. Nee, je zou toch denken dat... Kom hier. Ik moet gaan. Ben je morgen ook nog live? Ik weet niet of ik morgen live ben. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik stream best wel regelmatig. Zeker als ik er de tijd voor heb. Die heeft ook alweer een code nodig. Ja, batterij is vol. Batterij hebben we genoeg. Waar is deze code dan? Heb ik nog een PDA met code gevonden toevallig? Aurora Survivors. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barkley and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey, Berkeley. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone. I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert. I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Duidelijk, in ieder geval eventjes kijken. Tiatmar, bedankt. Starcrazy, bedankt. Eevee Lover, bedankt. En tot de volgende keer. Goed. Nou, helaas weet ik daar de code dus niet van. Dat is best wel vervelend. Maar ja, aan de andere kant, we hebben nog een andere weg om te gaan. Want ja, die codes die kunnen we dus overal, nog, overal en nergens natuurlijk nog vinden. Dat is wel een van de voordelen. Het enige wat ik dan wel zo'n nadeel vind is... Het doet zoveel moeite om daar naar binnen toe te gaan. En eigenlijk doe je het voor niks, want ja... Je krijgt er eigenlijk weinig voor terug. Weinig tot niks. Of we moeten hier nog iets kunnen vinden natuurlijk. Brandblusser activated. Ik zie daar al een groene tingelbejing. Oh, nog een PDA hier. Notes to self, oké. Okay. Integrating new PDA data. Wat is dit? Integrating new PDA data. Dat is nog een batterij. Maar ja, het grappige is, we hebben batterijen genoeg. Dus, maar goed, laten we even kijken. Aurora Survivors. Notes to self. Cargo Bay code, 1454. So here we are finally in open space, we crossed the galaxy into the space case and we're trying to exhaust the galaxy or just ourselves. 1454, is dat de code voor het laatste level? Nou ja, het is cargo, dus cargo base deze kant op. 1454. Yay! Open, 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 open.
Nou ja, gelukkig hoeven we nou niet meer door dat stomme watergebied heen in verband met dat we nu shortcuts gemaakt hebben. Ah, jongens, we gaan gewoon richting onze Seamat. Ik heb het hier wel gezien. Kunnen we verder met een huisbasis gaan bouwen of zo? Of bewaren we dat voor de volgende keer? Moet ik wel even kijken. Ik weet niet hoe dat ik hier nog steeds overheen loop trouwens, maar... Huh? Yay! Ik hoor dat. Ben jou niet vergeten, groot gigantisch beest wat daar aan het zwemmen is? Oké, eventjes kijken, want ik kan hier ergens een upgrade in stoppen. Enter Seamat, Seamat. Waar is jouw upgrade? Ah, access upgrades. De. Juist! Nou kunnen we tot 300 meter diep. Welcome aboard, Captain. Oké, wij gaan gewoon naar onze bubble base. I don't like this. Just keep swimming. Just keep swimming. Just keep swimming, swimming, swimming. What do you do when you are terrified? You just keep swimming. Don't you get any close to me. Okay. Veilig. Ik hoor hem nog steeds gewoon. Don't like that. Oh, daar ligt iets naar beneden. Kijk nou. Jij komt niet dichterbij, hè? Oh, dat is een... dat zijn scanner rooms. Die hebben we al genoeg. Nou ja, op zich... Niet... Happen. Zeker deze beest niet zo moeilijk te vinden. Plus dan kunnen we gelijk onze andere helm opgooien. Dus wat vind ik van Breath of the Wild? En een lege sandbox. Een spel dat heel snel verveelt in mijn mening. Excuses voor de mensen die er een grote fan van zijn. Ik vind hem extreem tegenvallen. 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ik weet het, Gladys. Ik weet het. Oké, okay, in ieder geval, we hebben heel erg veel voedsel en drinken kunnen vinden hier. Dus voedsel en drinken is even voorlopig geen probleem meer. Plus, we hebben onze eigen regrowing. Eens eventjes kijken. Eevee Lover, jij had voor ons het water en het drinken. Dus dat kan er eventjes hier allemaal mooi bij. Eventjes de posters eventjes een beetje neerzetten die we dus hebben gevonden. Ik hang hem nu eventjes gewoon hier neer. Ik vind de Eevee leuker, maar toch. Ik vind hem leuk. Keep calm. Deze die hangen we dan maar hier even naast elkaar neer. Ik serieus, waarom moet ik niet zijn? Twee dezelfde trouwens. Ja, dat zijn twee dezelfde. Ga weg. Ik had toch nog een andere? Ja, ik had deze nog. Ik wil zeggen. Hij wil... Yay! Ik heb nog steeds geen mening, want ik heb Breath of the Wild een half uur gespeeld. Oké. Okay. Dan geef ik je mening. Dat zegt genoeg. Sorry, laten we eerlijk wezen, maar dat zegt echt meer dan genoeg. We hebben meer lockers nodig, definitely. Dus ik ga gewoon heel eventjes... Hebben onze habitatbeelden? Die hebben we niet bij ons, hè? Die had Fluff bij, toch? Ja, Fluff die heeft de habitatbeelden, toch? Waar is de... Ja, hier. No battery. Best wel vervelend dat er geen batterij in zit, hoor. Zullen we er dan maar eens eventjes heel snel een batterij in frotten? Ik bedoel, het is niet dat we niet batterijen genoeg hebben of zo. Sinds wanneer heb ik items? Waar zijn de rubies? Sorry, ik moet de rubies nog ophalen, Fluff. We hebben genoeg stuff, maar ik moest heel eventjes voor het een en ander eventjes... Sorry, ja, dat, hallo, ik heb hier toch een batterij nou ook in zitten. Even kijken, dat is muur 1, dat is muur 2. Ja, we kunnen gewoon hier nog eventjes de 3 bijbouwen. Dus...
Wie gaat er voor de spanning zorgen? Wie wil de elektronische stuff hebben, zoals batterijen en zo? Wie wil er voor de batterijtjes zorgen? Hebben iemand die geïnteresseerd is in batterijtjes? Dat doen ze met stroom. Hebben we een stroomtype in onze chat toevallig zitten? Ik stop ze er alvast wel in. Echt zoveel batterijen die we hebben namelijk. De man wil de batterij zijn. Die man. 098. Oké, die is voor de stroom. Dat is mooi. Kan ik heel eventjes even kijken. Waar hebben we nog meer? Wie is voor onze EHBO? Wie is onze healer? Wie is ons hartje? Wie is onze lover? Wie is onze liefdebrenger die ons in leven houdt? Wie heeft al onze medkitjes? Wie zorgt er voor de medkitjes? Ik weet wie de medkitjes gaat verzorgen. Belgian Wolf. Ah. Waarom? Die heeft ondertussen wel zo erg veel... Ik hoop dat ik zijn naam zo een beetje goed schrijf. Even kijken hoor. Ik zie me nou helaas niet even bijstaan op het moment. Ik hou het gewoon heel eventjes als B.A. Wolf. Lijkt me het makkelijkste. Vuurengeltje. Nou, vuurengeltje, daar hebben we misschien eigenlijk nog wel wat anders voor. Maar ik vind gewoon echt bij Belgian Wolf vind ik eigenlijk de first ages wel eigenlijk een beetje passen. Laten we eerlijk wezen. Vuurengeltje, wil jij op de tools passen die wij niet nodig hebben? Wil je dat doen, vuurengeltje? Ja, wil je dat doen? Ja, op de tools passen. Ja, man. Wil je dat doen? Ja, oké, let jij op de tools. Oké, vuur. Engeltje. Oh. Vuurengel. Was dat? Vuurengel. Oké, nou de propulsion cannon die hebben we op het moment niet nodig. Fire extinguishers hebben we op het moment niet nodig. Je mag ook de poster hebben en de blue cap. Die mag je erbij hebben. Cyclops engine dingetje hebben we nou op het moment niet nodig. Dus dan komt het wel voor. Wat show voor. Maar dankjewel inderdaad. Dat is een heel erg goed idee. Goed. Laten we ook eens heel eventjes dan deze dingen weer even teruggeven. Ook even wachten. Want die... Ja, het zieklijn hebben we eigenlijk wel nodig. En de rebreather, die kunnen we nou weer beter opdoen. Want we hoeven nou ons geen zorgen meer te maken over irradiation. Dus die mag daar ook heen en naartoe. De Seaglide is wel handig om mee te nemen. Aan de ene kant. Want er zit dus iets heel moois aan de achterzijde. Waar ik zeker heel eventjes naar wil gaan kijken. Evie Lover, die was van het voedsel. Die mag dan eventjes drie... Ja, trouwens. Ja, doe maar gewoon. Doe maar gewoon. We zitten goed op voedsel. Neem één flesje water mee. Jasper krijgt even wat titanium terug. En dan gaan wij een beetje exploren. Want we hebben tools nodig. Dus laten we eens een beetje om deze biome heen gaan. Kijk maar hier bijvoorbeeld. Dat is extra titanium waar hier gewoon ligt. Ligt hier gewoon gratis titanium. Dat is alleen maar gunstig. Dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar gunstig.
Zout? Nou, zout hebben we op het moment eigenlijk niet echt meer nodig. Aangezien dat we water voorlopig nog genoeg hebben. Zou het mee kunnen nemen, maar we hebben inventory space genoeg op het moment, dus... Wat heel belangrijk is, wat we een beetje in de gaten gaan houden, is tot we dus even onze C-mod mee gaan nemen. En tot we dus heel erg veel resources gaan zoeken, zodat we dus de Moon Pearl kunnen gaan maken en... Wat ligt daar? Wat is dat? Is dat lithium? Ah, dat is weer more lithium. Leuk. Spannend. Weer extra gold. Extra zout, waar we nou nog niks aan hebben. Nog meer zout. Er ligt heel veel zout, moet ik eerlijk zeggen. Beetje salty. Nou, we kunnen dus nou een bepaald nieuw... machine kunnen we maken. En daarvoor gaan we natuurlijk heel erg veel titanium nodig hebben. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind om eventjes nu eerst te gaan maken... Dat is toch echt wel een... Creature Egg. Nee, dat is toch echt wel een... Moon Pearl. Want met de Moon Pearl kunnen we dus onze C-mod nog beter upgraden. En daardoor zouden wij dus nog dieper in het onbekende kunnen gaan. En kunnen we dus meer dingen kunnen scannen. Kunnen kennen, konnen. Je zegt de hele tijd Moon Pearl. Nee, dat heb je gelijk in. Dat ligt niet aan jou. Dat zeg ik inderdaad een beetje verkeerd. Mijn excuses. Het is inderdaad een Moon Pearl. Ik zeg Moon Pearl in verband met... Ja... Dat doet mij denken aan de Legend of Zelda. Ik zie daar een heel groot wrakstuk. En jij bent lelijk. Je stinkt. En je moeder is hetzelfde. Goed. Laat jij mij maar rust. Laat jij mij ook maar rust. Wow. Hoi. Gast. Oké. We moeten heel even terug. Ik moet even repareren. Ik moet heel even veilig repareren. Repair tool. Oké. Ik ga gewoon rammen tegen zo'n beest dadelijk aan, hoor. Als er zo'n... Opletten. Hier, helemaal gerepareerd. Bam! Ben je dood? Deed dat pijn? Hi. Nee, jullie happen niet naar mij. Bam. Ben je al dood? Dit doet ze dus wel flinke schade. En dat is dus wel een van de voordelen die ze dus zo kan doen. Volgens mij heb ik ze weggejaagd. Snel repareren. Ik heb ze weggejaagd. Nice. Oké. Laten we voorzichtig wezen. Tot we ze hebben weggejaagd wil niet zeggen tot we nu veilig zijn. Scanner room. Hadden we die niet al compleet? Jawel dus. Dat is jammer. Hoi. Je ziet er een beetje bubbelig uit. Dat is ook een scanner room fragment. Nou ja, dat is weer extra titanium. Titanium is goed. Dat is ook een scanner room, dacht ik. Yep. Oh, daar hebben we hem. Nog meer scanner rooms. Oh, daar beneden ligt iets. Wat is dit? Lightweight capacity tank. Handig. Eens even kijken, zit hier een ingang? Kunnen we hier ergens naar binnen toe? Blijkbaar wel. Ben ik in ieder geval heel bang voor dat we hier ergens naar binnen kunnen. Dat zit goed vastgepropt, dus daar kunnen we niet door naar binnen. Jasper, bedankt voor de gezelligheid en misschien tot weer een andere stream. Tenminste, dat denk ik wel zeker. Power transmitter? Oh. We hebben wel veel kunnen scannen hier. Maar is hier iets... Hoi! Hebben jullie misschien hier iets binnen gezien?
Mag ik jou Sparky noemen? De een van mijn Jolteons. Doe, je bent een vriendelijk visje. Doe, je doet me geen pijn of zo. Je doet me geen kwaad. Toch? Je bent zo'n vriendelijk visje, toch? Ja, toch? Ik heb geen problemen met die visjes, hoor. Hartstikke lief. Niks mis mee. Die daarentegen. Oh, kijk daarboven. Gaaf, man. Niet zo huilen. Is nergens voor nodig. Oké, ik kan me herinneren tot het hier... De man, jij moet ook gaan tot de volgende stream. Was gezellig. Ik kan me herinneren tot hier heel erg veel goede stuff te scannen was. Zoals wat ik hier bijvoorbeeld zie. Is dat een van die dingen die ik wou scannen? Waar is dit? Cyclops! Ja, de Cyclops Bridge. Die willen we zeker hebben. Scannen, 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 scannen. Nice. Daar ligt ook nog iets. Wat is dat? Moonpool. Maar die hebben we al. Maar dat is weer gratis titanium. Dat is alleen maar goed. Zout. Creature egg. Nog een moonpool. Titanium. Waarom ook niet? Ze scannen gewoon alles door. Is het natuurlijk ook wel heel erg handig om extra goud te gaan zoeken en zo. Moet wel een beetje natuurlijk ook mijn zuurstof in de gaten houden. Kom met titanium, kom maar. Geen mushroom. Hey, oh, zuurstof. Kunnen we dat ding ook scannen? Ah, heerlijke bubbels. Oh, hoi. Wat ben jij? Ben je vriendelijk? Jelly Ray. I want to scan you. Moet ik dit ook scannen? Ik heb medelijden met die piepie. Die piepie die kwam erin vast te zitten. Daarom mijn piepie. Oké, lood. Dat is alleen maar handig. Kunnen we de basis weer verder mee uitbreiden. Oh. Cyclops Hall. Nice. Oh, we vinden hier alle Cyclops stuffs. Wat is dit? Nog een creature ei? Ja, het probleem is, we hebben nog helaas niet genoeg voor een alien tank. Of tot we die nog eventueel zouden kunnen maken. Waar is eigenlijk onze Seamod? Daar. Laten we die wel eventjes weer een beetje meenemen. Tot we wel weer eventjes kunnen kijken van hoe en wat. Want anders kan het nogal fout aflopen met ons. In verband met zuurstofproblemen. In ieder geval, een Cyclops, dat is een gigantische onderzeeër. Een van de dingen die echt heel geweldig zijn in dit spel. Hallo. Gentle en voorzichtig. Kijken of hier wat dingen liggen. Tot. Ik ben echt een brokpiloot nu. Oh. Ik weet niet wat dat was, maar foei. Dat is niet aardig. Ik moet wel lief zijn naar de andere visjes. Oh, waarom zit dat zo diep? Waar gaat dat heen? Ik hoor dat gegrom, ik ben hier niet blij mee. Hey! Bam! Sheesh. Nee.
Paas erop, hè. Sla gewoon keihard terug. Ik wil dat beneden even onderzoeken, ja, dus je gaat me nou niet lastig vallen. Paas erop. We all live in this submarine. Oh, rubies. Fluff. Rubies. Hey, hey, hey. Ik hoor dat. Waar ben je? Wat is dit? Lithium. Oké, okay, duidelijk. Ik heb liever diamonds. Dat is gold. Nog een ruby. Nice. Heb ik genoeg zuurstof hiervoor? Ja. Hoi. Wat ben jij voor een ding? Gekke vis. Gekke malle vis. Ruby's, mijn, geef! Wij hebben eindelijk krediet. We hebben inderdaad al behoorlijk wel wat goeds gevonden nou, dus weer extra lood, dat is alleen maar goed. Zilver zie ik hier extra liggen. Zit hier beneden? Is dat zout? Ja, dat is zout. Zout hebben we helaas op het moment weinig aan. Nou, lood is echt heel erg handig. Je kan nooit genoeg lood hebben. Wil je dat? Kan je krijgen misschien? Welkom aboard, Captain. Mocht ik zeggen dat we hier... Oh, nog een ruby. Geef het. Hoe zitten we met inventory? Oké, okay, dat was het laatste wat we op konden pakken. Inventory is het volgende. Dat betekent op naar huis. Waar is ons huis? Thuis. Daar, die kant op. We zijn eigenlijk best wel vrij dicht bij huis gebleven... Dat ik zo zit te kijken. Laten we eens even gaan kijken of we dan eindelijk de Moon Pearl kunnen maken. Want eigenlijk wil ik de Moon Pearl... ...wil ik eigenlijk hier aanbouwen. Ik bedoel, het is een mooi uitzicht. Maar ik wil aan de andere zijde. Dus hier, zo naar die kant toe. Daarin wil ik eigenlijk ervoor zorgen dat we dus... Dus ik ga zelf even kijken wat we nodig hebben voor de Moon Pearl. Dus we gaan deze gewoon heel eventjes hier mooi parkeren. Plus we hebben ook nog een nieuwe message die op ons staat te wachten. En we hebben nog geen message dingen gemaakt. Dus... Welcome aboard, Captain. Dankjewel. Laten we eens heel eventjes kijken. Wat hadden we nodig voor de Moon Pearl? Eens even kijken. De Moon Pearl, dat was onder... Oh, we hebben heel veel decoratiestuff die we kunnen maken. Ik zeg weer de Moon Pearl, hè. Moon Pool. Oké, okay, 2 titanium ignits, lubricant en 2 lood. Oké, okay, hoeveel lood hebben we ondertussen? Kan ik hier... Basic materials... Nou, we hebben dat een beetje opgepakt. Eens kijken of we het even helemaal kunnen maken. Dan zouden we namelijk gewoon de CMAT... Zo te zien hebben we genoeg. Oké, okay, even kijken. Fluff, volgens mij had ik jou ook de loop gegeven. Ja. Het is hier wel heel erg donker. Misschien moet ik hier ook nog een lamp extra bouwen. Kan je niet draaien of zo? Ah. Bouwt hij zo automatisch in? Ik denk het niet. Jawel, nice! Oh, we moeten echt zorgen voor extra strength. Heb ik hoeveel lood hebben we? 2. Nee, 1. Kijk, hoeveel kost het om een base hull te maken? 1 lithium en 3 titanium. Maar we hebben geen titanium meer. Ai. Dat
betekent dat we echt heel veel titanium even moeten gaan halen. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates the symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Seek fluid intake. Oh, ik heb dorst. Oeps. Vital signs stabilizing. Nou, Fluff die wilde rubies. Alsjeblieft, hier heb je rubies. Eens eventjes kijken. Table coral, dat is voor water eigenlijk heel erg belangrijk. De lithium, daar hebben we nog niet echt iemand eventjes daarvoor. De batterij hebben we wel iemand voor, dus die kan alvast wel mee. Daar hadden we... Nee, vuurengel was er voor. Volgens mij was het die man die ging voor de batterij en stroom. Ja? Ja, rubies! Wacht eventjes. Jasper, had jij nog iets van... Jij hebt nog titanium, mooi. 5 titanium, dan kunnen we 1 zo'n ding bouwen, want we hebben extra loot... Tongtwist. Dan kunnen we er dus voor zorgen... Na één muur weet ik al dat er heel erg veel dingen zijn bijgebouwd, dus... Bijvoorbeeld deze. Kan dat nou niet? Omdat er al iets aan hangt, Stevie. Daarom kan dat niet. Daar dan. Hoppakee. Plus 7 to hull strength. Ik wil zeggen dat we dus nou niet door de druk gaan bezwijken. Dat is alleen maar heel erg gunstig. Goed. Eens eventjes kijken, wat is de volgende actie van plannen? Want we hebben dus inderdaad veel meer materialen nodig. Want we hebben wel koper en noem het maar op en goud. Maar we willen dus meer bouwen. We hebben dus nu hier... De moonpearl. De moonpool. Yeah. Maar wat heel erg handig is om daarin te bouwen... Dat is dus de vehicle upgrade console. En daar hebben we dus een computerchip voor nodig. Extra titanium en een copper wire. Dus we moeten eventjes gewoon... Eventjes op en neer eventjes gaan... Om even zoveel mogelijk titanium bij elkaar te weten, bij elkaar te sprokkelen. Eens even kijken, we hebben hier electronics, wiring kit. Nou, dat hebben we nou op het moment niet echt nodig. Goed, Max. Hier heb je even wat zilver. Mario, jij krijgt nog extra lood. Nou ja, aan de andere kant kunnen we alvast een extra platte... Nee, we hebben de titanium nodig. Spleken is heel erg moeilijk inderdaad. Toch nog wel eventjes. Juist, ja. Nou, eerlijk gezegd zit ik er eigenlijk aan te denken... Ik denk dat we best wel veel gedaan hebben in deze livestream. Dat we dus het volgende avontuur voor de volgende keer bewaren. Dat we dus wat meer gaan bekijken van... Even kijken, Evie Lover die had het drinken bij ons. Dus hoppakee, even wat te drinken. Ik denk dat ik er inderdaad er ook een einde aan ga breien. Ik denk, ja, het is normaal nog een mooie tijd voor. Het is 8:15, ik vind het wel mooi. We hebben bijna 3 uur gelivestreamd. Ja, daarom. Ik denk dat ik het daarbij ga laten. Dus bij de volgende keer hebben we dus een paar schippen. We hebben nog een, we hebben nog onderzeeërs die we moeten gaan onderzoeken. We hebben nog een radiobericht. We moeten nog het mysterieuze alien eiland... gaan bekijken. Dus genoeg te doen voor de volgende livestream. Ik dank iedereen voor het kijken. Hopelijk tot de volgende livestream. En kijk je dit op YouTube, dan hoop ik je een keertje misschien live te kunnen zien. Of zie ik je daar bij de volgende video. In ieder geval, bedankt voor alle support. Tot de volgende keer.